zoekt. Wichelen zoekt dus, en we gaan dat doen in twee keer, vanavond en ook zaterdag voormiddag. Waar gaan we naar op zoek? Naar antwoorden op vragen rond mogelijke gemeentefusies. Een onderwerp dat intussen al heel wat media-aandacht kreeg, dat zag u. In Wichelen werd hiervoor een heuse spiegelgemeenteraad geloot. Die mensen zijn hier voltallig aanwezig. Waarvoor dank. Voor we van start gaan, toch even meegeven wat er allemaal op het programma staat. Dat is een pak. We gaan de burgemeester, die hier bij mij zit, kritisch bevragen uiteraard, zoals dat gaat. We praten ook met een ervaringsdeskundige van fusies, experten van het agentschap Binnenlands Bestuur en de KU Leuven. En dat allemaal om u thuis, maar ook hier de spiegelgemeenteraadsleden, een mooi overzicht te kunnen geven van wat zo'n fusie precies allemaal zou kunnen inhouden voor uw gemeente. Wichelen zoekt dus, ik heb me laten vertellen, uniek project in Vlaanderen. Meneer de burgemeester, Kenneth Taylor, welkom. Dank u. Ja, hoe komt het dat jullie eigenlijk hiermee zijn afgekomen, een spiegelgemeenteraad hebben geloot? Wij hadden eigenlijk voor het klimaatplan van Wichelen hebben wij in 2015 eigenlijk een gelijkaardig traject gedaan. Toen hebben wij klimaatambassadeurs geloot. En wij horen in de wandelgangen overal dat de fusies eraan komen en dat ze waarschijnlijk zullen verplicht worden tegen 2030. En daarom hadden wij gezegd van wij willen eigenlijk in een vorm van burgerparticipatie met onze burgers in dialoog gaan. En daarom is er een loting geweest op in juni, 17 juni. Hebben de meisjes en jongens die 18 zullen zijn in 2030, hebben jullie allemaal geloot. Daar zijn dus 24 mensen uitgekomen, verspreid over de drie deelgemeenten, een balans daarin. Aan wie we het moeilijke fusiedebat willen voorleggen. Ja, deze mensen zijn hier voor alle duidelijkheid niet onder dwang, maar wel heel gemotiveerd, zie ik, want ze zijn voltallig aanwezig. Het lijkt hier een beetje, wat mij betreft, hè, want ik zit vaak in assisezalen, op een assisejury, maar dan maal twee. Ja, klopt. De loting is een principe die we voor burgerparticipatie niet zo vaak zien, maar het is wel bewezen uit wetenschappelijk onderzoek dat het wel de meest representatieve vorm is van burgerparticipatie, omdat in vergelijking met een referendum of zo, zoals dat we dat bij de Brexit gezien hebben, daar zie je dat de mensen die tegen zijn het daar vooral altijd halen en dat je mensen niet goed kunt informeren. Het is heel moeilijk om al uw inwoners te bereiken en de juiste info te geven. En dat kunt je wel in een vergadering zoals we hier nu zitten, omdat we de experten kunnen laten uitleggen. Iedereen kan de vragen stellen die hij wil. En dat is de bedoeling van vandaag en zaterdag. Ja, want inderdaad, als we kijken naar Bord Meerbeek en Mechelen, ik ben zelf van Mechelen, daar was de fusie. Ja, uiteindelijk hebben de mensen dat niet gewild en is die ook gewoon verdampt. Omdat er blijkbaar niet geparticipeerd was door de burgers. Ja, ik denk dat het te vaak in de wandelgangen van de politiek geregeld wordt, waar dat wij juist willen proberen om te starten bij de burgers en dan te kijken wat jullie daarvan denken, om dan daarna de volgende stappen te zetten. Uiteindelijk zal de beslissing in de gemeenteraad moeten genomen worden als er een fusie komt. Hè, want even hoe kan het besluit van dit debat zijn dat de mensen zeggen van wij willen eigenlijk verder doen zoals we bezig zijn, dat is ook nog een optie. Maar we willen ons huiswerk wel gemaakt hebben, want als we plots verplicht worden, als we het dan nog moeten doen, dan denk ik dat we te laat gaan zijn. Ja, voor alle duidelijkheid, meneer Taylor, zijn jullie eigenlijk op zoek naar een fusiepartner? Wilt u dat dat de uitkomst is? Ja, ik heb dat nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik ben geen ongelooflijk grote voorstander van fusies, omdat ik ook wel de kracht zie van een kleinschaligheid. Maar we zien op veel vlakken dat Vlaanderen ons soms gewoon oplegt wat we moeten doen. En als we de oefening moeten doen op 3 maanden, dan denk ik dat we ze niet goed kunnen doen. En daarom dat we gezegd hebben, we willen ze nu doen. Nu zijn er ook nog middelen vanuit Vlaanderen die je krijgt als gemeente, als gefusioneerd. Dus er zijn heel veel parameters om het debat wel nu te voeren. En daarom dat we hier vanavond samen zitten. Maar ik ben vooral heel nieuwsgierig naar de uitkomst. En u gaat wel iets doen met die uitkomst, ja. Neem ik aan. Ja, ik denk niet dat we dit moeten organiseren en deze mensen een engagement vragen om het dan naast ons neer te leggen. Voor mij is het besluit dat jullie nemen, het besluit dat naar de gemeenteraad gaat en die wij ook zullen verdedigen.
Ja, tot slot, wat verwacht u van dit traject? Ik ben vooral nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig wat dat hier gaat uitkomen. Ik vind dat heel moeilijk om in te schatten. Wij hebben allemaal daar een gevoel over, waarom met die of waarom met dat of waarom niet. Maar het buikgevoel is belangrijk en de emotie is belangrijk, maar het mag niet alleen dat zijn. We moeten ook weten wat dat de voor- of nadelen zijn. En dat is de bedoeling om hier vanavond voor te leggen. Oké, dankjewel. Bij ons is ook de algemeen directeur, Roos Koppes. Hij gaat ook iets meer uitleg geven, hè, over het traject dat jullie willen afleggen, wat jullie verwachten van die fusie of ja, van dit traject. Misschien eerst eens uitleggen, hè, voor mensen thuis, voor de mensen hier, wat doet een algemeen directeur eigenlijk? Ja, dat is misschien belangrijk om eventjes toe te lichten. De algemeen directeur is eigenlijk het hoofd van het personeel van het lokaal bestuur Wichelen. En een lokaal bestuur, dat is eigenlijk de fusie van een gemeente en een OCMW. Dus sinds 1 januari 2019 werken wij als gemeentebestuur en OCMW-bestuur samen onder die noemer van lokaal bestuur. Vroeger waren dat twee aparte organisaties. Nu, als algemeen directeur ben je uiteraard ook de speelfiguur tussen het politieke niveau, tussen het schepencollege en tussen de OCMW en de gemeenteraad, tussen de burger en tussen alle medewerkers eigenlijk van de organisatie. De algemeen directeur is ook aanwezig bij alle zittingen van het college van burgemeester en schepenen en bij alle zittingen van de gemeente en de OCMW-raad. Ja, en hebben jullie het gevoel op organisatorisch vlak dan dat er op dit moment nood is aan een fusie met andere gemeenten? Wij voelen wel, omdat wij een klein bestuur zijn, dat wij eigenlijk vrij snel tegen onze eigen grenzen aanbotsen. In die zin dat wij een beperkte capaciteit hebben. Dat is een eerder beperkte financiële capaciteit, ook een eerder beperkte capaciteit qua medewerkers. En wij voelen ook dat wij vanuit de hogere overheden, de Vlaamse overheid en de federale overheid, toch alsmaar meer bevoegdheden toebedeeld krijgen. Dus wij moeten wel op een andere manier gaan werken. Het is ook wel ergens logisch dat die hogere overheden ons die bevoegdheden geven. Want het niveau van het lokale bestuur is eigenlijk het meest ideale niveau om op te werken. Je staat heel dicht bij de burger en je kan die burger daarbij ook heel snel helpen. Maar dat vraagt natuurlijk een grotere professionalisering. De coronacrisis en de Oekraïne-crisis hebben dat bewezen. Dat lokale bestuur, dat heel belangrijk is. Het goede niveau is. Maar zo'n crisis is eigenlijk dezelfde crisis voor een grote stad als voor een kleine gemeente. En als kleine gemeente denk ik dat het wel makkelijker is om zo'n crisis te managen in op een grotere schaal. Ja, maar heel concreet dan, mevrouw Koppes. Welk voordeel kan zo'n fusie of welke voordelen kan zo'n fusie hebben voor jullie interne werking? Als je eigenlijk gaat samenwerken met andere gemeenten, dan kan je veel meer medewerkers eigenlijk samenzetten in grote diensten. Dus dat betekent dat je meer expertise in huis haalt en dat die diensten zich ook kunnen specialiseren. Dus in die zin komt dat de dienstverlening voor de burger wel ten goede. Je kan eigenlijk ook, denk ik, de uitdagingen van de toekomst beter het hoofd bieden. Misschien is de gemeente van de toekomst wel een gemeente zonder gemeentehuis. Dus dat wil zeggen dat we dan heel hard moeten inzetten op digitale dienstverlening. Als je dan met heel veel mensen bent om daaraan aan mee te werken, dan is een grote schaal ook wel eerder aangewezen. En uiteraard staat die schuldafbouw van Vlaanderen is die nu wel aanwezig. Ja, dan vraag ik me meteen af, hoeveel schuldafbouw is dat dan per inwoner? En wat betekent dat? De schuldafbouw hangt eigenlijk een beetje af van het aantal inwoners van de nieuwe fusiegemeente. Dus vanaf 20.000 inwoners is er een schuldafbouw van €200 per inwoner. Vanaf 35.000 inwoners is er een schuldafbouw van €500 per inwoner. Dus concreet betekent dat eigenlijk dat de Vlaamse overheid een deel van de schuldenlast van de gemeenten zal overnemen. Dus concreet wordt een deel van de leningen door Vlaanderen overgenomen. Daar heeft de burger een voordeel van. Ja, dat is eigenlijk een schuldafbouw. Dat wil wel zeggen dat je dan meer ruimte krijgt om opnieuw nieuwe dingen te gaan doen. Hè. Maar het is natuurlijk niet alleen een financieel verhaal, denk ik, een fusie. We gaan straks nog wel dieper ingaan op de financiële gegevens. En ook zaterdag hebben we Lisbeth de Moer bij ons van het agentschap Binnenlands Bestuur, die daar ook nog dieper zal op ingaan. Een fusie heeft voor- en nadelen. Ik denk dat dat hier vanavond wel aan bod zal komen. Hè. Ja. Dankjewel, Roos Koppes, voor deze toelichting. Jullie horen het al, hè. Het gaat een stevige materie worden, maar we gaan het toch wel gezellig houden. Om ons verder onderzoek wat te onderbouwen, hebben we al eens gepolst bij de man in de Wichelse straat hoe hij tegenover een mogelijke fusie staat.
Wichelen onderzoekt of een fusiepartner interessant zou zijn. En zo ja, de welke. Maar ziet de Wichelaar dat eigenlijk zitten? Om al dat schoonzier te delen. Wat dichter bij u komt, want anders moet ik zo roepen de hele tijd. Wat zou jij vinden van dat Wichelen fusioneert met een andere gemeente? Nee, ik vind het goed zo. Ja? Ja, inderdaad. Het is groot genoeg? Het is groot genoeg, inderdaad. Nog met een andere gemeente? Ja. Ja, voor mij is dat oké. Okay. We zijn met elkaar gefusioneerd. Hè. Dat zou emotioneel moeilijk zijn, denk ik. Echt? Ja, ik vind zo... Omdat je dan een stuk van je identiteit afgeeft? Dat ook. Een stuk van je geboortedorp, een stuk van je identiteit. Een stuk van uw leefgebied. Hè? Ik sta er positief over, omdat ik vind dat mijn gemeentes te klein zijn. En ik ben heel positief naar fusies toe. Nee, het is goed gelijk dat het nu is, maar ik heb er nog niet bij stilgestaan. Ja, Wichelen heeft al 3, 4 gemeentes eigenlijk. Schellebellen, Sarskamp, Bruinbeke, en dan Wichelen zelf. Ja, kan er daar nog iets bij komen? Dat kan. Mocht je kunnen kiezen tussen de verschillende gemeentes, met welke gemeente moet Wichelen fusioneren? Oh, dat is echt moeilijk. Ja, dan ga ik voor Leden. Toch? Ja. Ik denk dat dat automatisch bij Wetteren gesproken is, zeker? Of nee, nee, Wetteren? Nee, liever of Wetteren. Wetteren, oké. Okay. Oh, ja? Wetteren, oké. Okay. Ja. Oh, ja. Ten nog liever Wetteren als Leden. Ah, toch? Dan zou mijn voorkeur uitgaan naar Dendermonde. Naar Dendermonde? Omdat je aan dat water blijft, aan die Schelde blijft gebonden zitten. Dendermonde te groot. Wetteren kom daarvan, is niet mijn ding. Dus ik zou Laren nemen. Bedlife is ook heel mooi. Dongmeer, de Eendekooi, noem maar op, de Nieuwe Dong. En dat hier allemaal samen, dat zou een formidabele mooie gemeente zijn. Denk. Ja! Dat gaat hier niet gemakkelijk zijn. Ik heb de indruk dat elke gemeente wel gepasseerd is bij elke bewoner van Wichelen, om welke reden dan ook. Dus wat dat betreft is er nog wel wat werk aan de winkel. Over naar jullie, beste Wichelaar. Ik ben zeer benieuwd. Kijk hoe, dan zou ik zeggen, mis de veerboot niet, want... Ja, maar het is maar bellen en ik kom opnieuw. Ja, zeer goed. Moeilijke materie inderdaad. Concreet hebben 14 Vlaamse gemeenten tot nu toe officieel de intentie geuit om vanaf 2025 samen te gaan in 7 nieuwe gemeenten. Daarmee staat de voorlopige teller van het aantal fusies even hoog als tijdens de vorige legislatuur. Dat was van 2014 tot 2019. Om wat meer inzicht te krijgen in het inhoudelijke verhaal van een fusie hebben we een aantal experten uitgenodigd aan tafel. Hier rechts van mij zitten intussen 2 gloednieuwe gasten. Erik van der Pijpen, adviseur Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur. En Thomas Nulles, projectleider gemeentefusies en regiovorming bij het Vlaams Agentschap van Binnenlands Bestuur. Voor ik mijn eerste vraag stel, dit is een hele mond vol. Misschien voor de Spiegelgemeenteraadsleden. Wat doen jullie in godsnaam? Kan dat heel simpel en concreet worden uitgelegd? Agentschap Binnenlands Bestuur maakt deel uit van de Vlaamse overheid. Wij ondersteunen lokale besturen op tal van taken. Dus we hebben materies rond lokale organisatie en samenwerking. Dus bijvoorbeeld organisatie, gemeenteraad, verkiezingen. Dat ondersteunen wij ook, gemeenteraadsverkiezingen, Vlaamse verkiezingen. Los daarvan hebben wij ook een instantie die lokale financiën doet. Dus jaarrekening controleren, toezicht op een aantal documenten van het lokale bestuur. Agentschap Binnenlands Bestuur doet nog heel wat andere taken, maar dat in een notendop. Heeft u daar nog iets aan toe te voegen, meneer Van der Pijpen? Wij treden ook op als zogenaamde toezichthoudende overheid. Dus als mensen klachten hebben over lokale besturen, dan kunnen ze bij ons die indienen en dan gaan wij een onderzoek doen. Straks mailadressen uitwisselen. Ja. Goed. Wat vinden jullie eigenlijk van dit initiatief, Wichelen zoekt? Wel, ik vind dit heel bijzonder, heel gedurfd ook en origineel. Ik bedoel daarmee, normaal gezien, over dit onderwerp gaan politici eerst met elkaar in debat. En die zoeken het onder elkaar uit. En dan gaan ze naar de bevolking. En dan bestaat het risico dat die bevolking zich gepasseerd voelt. En dan stemmen zij tegen.
Hier heeft men de boodschap goed begrepen dat fusies eigenlijk over mensen gaan. En daarom gaan ze eerst bij de burgers horen wat daar leeft. Dat vind ik echt wel een goede oefening. Je kunt daarop aanmerken van, ja, maar mensen weten toch niks over fusies. Dat is juist. Maar dat geldt waarschijnlijk evenzeer voor politici ook. Fusioneren is ook niet in mensen hun hobby. En die moeten ook geïnformeerd worden. En daarom zitten wij hier vandaag en zaterdag nog eens. En wij zijn bezig nu met de mensen te informeren over fusies. Ja. Ik denk dat veel mensen kijken naar dit fusielabo hier in Mechelen. Ja. Oh, dat is fijn om te horen. Nu, fusies staan inderdaad heel hoog op de agenda de laatste tijd bij meerdere Vlaamse gemeenten. We hebben het voorbeeld van Bord-Meerbeek ook al eens met Mechelen aangehaald. Ik heb daar niks mee te maken, vooral duidelijkheid. Ik woon daar gewoon. Maar hoe komt dat het zo hoog op de agenda staat? En is dat nieuw? Nee, fusies zijn geen nieuw gegeven. Want dat lijkt zo, hè? Ja, nu. Het lijkt zo, ja. Ja. Dat heeft een reden. Dus in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw hebben we een aantal fusiegolven gekend. Dat waren allemaal fusies die van bovenaf opgelegd zijn. De bekendste reeks fusies zijn die van 1976. Die hadden een grote impact. Omdat heb je daar een voorbeeld van zo'n fusie? Ik denk dat van de gemeenten die vandaag bestaan, 3/4 in een fusietraject betrokken is. Ja. Ja, dus heel... De overgrote meerderheid. Die fusies die zorgden ervoor dat het aantal gemeenten in België verminderde van iets meer dan 2500 naar 596. Dus echt serieuze impact. Die fusies botsen op grote weerstand. En dat had een aantal redenen. Ze zijn er in heel korte termijn doorgeduwd en vaak tegen de wil van de gemeente in. Het gevolg was dat de gemeentefusies lange tijd de koelkast ingingen en dat er zelfs een taboe was ontstond om het maar over een fusie, om over schaalvergroting te praten. Daar kwam een aantal jaren geleden verandering in, toen toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Lisbeth Homans, aankondigde dat ze vrijwillige fusies van gemeenten zou stimuleren en ondersteunen. Dat heeft geleid tot 7 fusietrajecten en 7 nieuwe gemeenten in 2019. En de huidige Vlaamse regering zet dat beleid voort. We hebben gehoord, er zijn inderdaad op dit moment 7 fusietrajecten. Die zouden moeten uitmonden in nieuwe gemeenten op 1 januari 25. Ja. Meneer Van der Pijpen, komen fusies ook in andere landen voor of is dat iets typisch Vlaams? Ja, dus fusies van lokale besturen is zeker geen Vlaams verhaal. Hè. Het komt voor in vele andere Europese landen. Duitsland, Frankrijk, Finland, Noorwegen, Groot-Brittannië. Het komt ook voor buiten Europa. Canada, Japan, India zijn ook met fusies bezig. Dus de fusiemicroop leeft eigenlijk een beetje wereldwijd. Wij kijken vooral in Vlaanderen naar Nederland en Denemarken. Nederland, 17 miljoen inwoners, 31 gemeenten van meer dan 100.000 inwoners, 22 gemeenten met minder dan 10.000 inwoners. Vlaanderen heeft 55 gemeenten met minder dan 10.000 inwoners. Gemiddeld aantal inwoners in Vlaanderen, mediaan, is dat dan ongeveer 15.000 inwoners. In Nederland 49.000 inwoners. Hè. Denemarken 5,7 miljoen inwoners, vergelijkbaar met Vlaanderen ongeveer. 98 lokale besturen hebben ze. Ze komen van 1.335 komen ze. Bijzonder aan dit verhaal in Denemarken en Nederland is dat het kadert binnen een algemene oefening van bestuurlijke hervormingen. Dus men heeft daar gans dat landschap van regio's, provincies, lokale besturen hervormd. En de conclusie was, wij gaan de lokale besturen het sterkste bestuur maken in ons land. Dus die hebben daar echt wel wat voor te zeggen. En ik moet toegeven, in Denemarken en Nederland, het is ook niet allemaal roze geur en maneschijn, maar ze werken er wel aan. Dus ze sturen ook bij. Maar in zo'n landen, lokale besturen, dat zijn daar echt serieuze spelers in bestuurlijk landschap. Hè? Want hier bij ons zeggen ze veelal, ja, wij krijgen veel bevoegdheden van Vlaanderen, maar er staat geen geld tegenover, we kunnen dat niet aan. Als in Denemarken of Nederland een burgemeester met achter zich 40.000, 50.000 inwoners op tafel klopt, er wordt echt wel geluisterd in Den Haag. En
Dat zijn andere manieren van ermee om te gaan en het inspireert ons wel. Men heeft daar een studie over gemaakt binnen de Europese Commissie. En we leren daar eigenlijk uit dat fusies, dat is eigenlijk geen besparingsoefening. Dat gaat niet over het saneren van de financiën. Fusies, dat gaat over de burger, over een betere dienstverlening aan de inwoners. Men streeft ook niet naar meer inwoners. Dat is ook niet het doel op zich. Men streeft naar een efficiënt bestuur. Daarvoor zijn investeringen nodig in personeel, in ICT, en daarvoor zijn centen nodig. Natuurlijk, hoe meer inwoners dat je hebt, hoe meer inkomsten dat je krijgt natuurlijk ook. Hè. De Europese Commissie heeft gezegd, als je met fusies wilt beginnen, dan moet je vooral ervoor zorgen dat je de mensen informeert, dat je communiceert. En er moeten incentives zijn, zoals wij in Vlaanderen doen met de schuldovernamen. Dat wordt door de Europese Commissie ook aangeraden. En bovendien, ze benadrukken ook, een fusie is geen verhaal op zich. Het heeft zijn beperkingen en moet kaderen binnen een grotere algemene operatie van hervormingen. Ja, want wat met besturen, want dat kan ook nog wel hier de uitkomst zijn, die geen fusie willen aangaan. Kunnen zij in de problemen komen, de lokale besturen? Wel, lokale besturen ondervinden nu veelal, toch de kleineren, dat ze op hun limieten zitten. Hè, dat ze het niet meer aankunnen. Dat is een kwestie van personeel en van ICT. Van personeel, omdat het voor hen moeilijker geworden is om degelijk en geschoold personeel aan te trekken. Dat kost veel en bovendien ook in zo'n kleiner lokaal bestuur heb je minder carrière-mogelijkheden ook. Op den duur is het zo dat de lokale besturen elkaar gaan beconcurreren om degelijk personeel aan te trekken. Dat kan ook de bedoeling niet zijn natuurlijk. Ook op het gebied van ICT moet er serieus geïnvesteerd worden, maar daarvoor moet je de middelen hebben. Bovendien is het ook zo, op Vlaams niveau maken wij nu de oefening van de decentralisatie. Dus alle beleidsdomeinen komen samen op Vlaams niveau, met vertegenwoordigers van lokale besturen erbij. En dan gaat men kijken waar men welke bevoegdheid het best gaat leggen. Dat is de conclusie, we moeten de meeste bevoegdheid toch wel leggen op het niveau kort bij de mensen. Het lokale bestuur dus. Ja, dat is een democratische oplossing. En bovendien ook lokale besturen die voelen wat er leeft op het werkveld. En dan krijgt men zo een noemer die dan heet de gemeentelijke regie. Dat betekent dus dat men op het lokale niveau alle bevoegdheden bij elkaar heeft en men de puzzel in elkaar kan passen. Maar dat vraagt natuurlijk wel capaciteiten. En zo ervaren besturen ook dat zij nu inderdaad op hun limieten zitten en dat zij moeten groeien. Ja. Ik wil, voor we verder gaan, toch ook al eens vragen aan jullie, de Spiegelgemeenteraadsleden, of jullie al vragen of opmerkingen hebben bij wat jullie tot nu toe hebben gehoord. Het is moeilijke materie, dat vind ik zelf ook. Ik zie meneer kijken, ik zie van alles denken nu. Vindt u het interessant? Ja. Vinden jullie dat het jullie helpt om mee betrokken te worden bij dit project? Er zijn voorlopig nog geen vragen. Oké, dan gaan we. Maar denk gerust na. Dus het is heel belangrijk, want het gaat natuurlijk over jullie toekomst. Meneer Nulles, op welke manier ondersteunt Vlaanderen die gemeenten die in een fusietraject willen stappen? Wel, Vlaanderen heeft een stimuleringspakket en een ondersteuningsaanbod. Ik zal ze kort toelichten allebei. Eerst het stimuleringspakket. Er zijn drie grote maatregelen daar. De eerste maatregel heeft de algemeen directeur daar net al toegelicht. Dat was de schuldovername door de Vlaamse overheid. Vlaanderen neemt een deel van de schulden van het fusiebestuur over. Tweede maatregel die heeft te maken met een tijdelijke verhoging van het aantal schepenen. Waarom is dat? Bij een fusie, een beslissing om te fusioneren, zorgt ervoor dat het aantal mandaten vermindert. Je gaat van 2 naar 1 burgemeester, schepencollege en gemeenteraad, dat in verhouding minder leden telt dan de 2 afzonderlijke gemeenten. En als je dan met 3 of 4 gemeenten fusioneert, is het uiteraard nog groter in verhouding de daling. Dus daarom dat Vlaanderen zegt, de eerste legislatuur, na de fusie 2 extra schepenen, de tweede legislatuur nog 1 extra schepen. Dus dat is de tweede maatregel. De derde maatregel is een financiële stimulans. De grootste inkomsten van een gemeente, of een groot deel van de inkomsten van de gemeente, komen uit het Vlaams Gemeentefonds.
Bij een fusie garandeert Vlaanderen dat de fusiegemeente nooit minder geld kan ontvangen dan de som van de afzonderlijke gemeente. Dus dat is een belangrijke, want anders is er uiteraard geen stimulans. Verder ondersteuningsaanbod van het Agentschap Binnenlands Bestuur. We hebben daar een aantal zaken. Eerste en belangrijkste is dat we een draaiboek hebben uitgewerkt voor vrijwillige fusies, waar stap voor stap staat uitgelegd wat een gemeente moet doen, welke beslissingen zij moet nemen, waar ze allemaal aan moet denken. Daarnaast hebben wij een centraal contactpunt voor vragen over fusies en ook provinciale aanspreekpunten. Erik, hier naast mij is provinciaal aanspreekpunt voor Oost-Vlaanderen. Lisbeth de Moor, die zaterdag aan het woord zal komen, eveneens. Dus we hebben er twee voor Oost-Vlaanderen, voor fusies. Tot slot staan wij ook in voor de algemene coördinatie op het vlak van fusies. Dus wij stemmen af met andere entiteiten van de Vlaamse overheid. En we stemmen ook af met het federale niveau over de impact van fusies op regelgeving, administratieve praktijken, digitale toepassing. Ja. Mevrouw, ik zag u iets noteren. Was dat al een vraag of nog niet? Nee, iets van mij. Ja. Een boodschappenlijstje. We hebben geen melk meer thuis. Dat mag natuurlijk ook, hè. Maar als er verder voorlopig geen vragen zijn, gaan we door. Misschien kort, wat kunnen we leren van gemeentes die al gefusioneerd zijn? Ik denk dat mensen dat graag willen weten hier ook, omdat we horen nu heel veel voordelen en welke hulp de gemeenten zullen krijgen. Maar ik kan me voorstellen, als het allemaal zo leuk is, waarom zijn er dan mensen die er tegen zijn geweest en die het niet hebben laten doorgaan? Wat kunnen we leren van die gemeenten die al gefusioneerd zijn? Wel, ja, de fusiebesturen van 2019, dus de meest recente fusies, zijn inderdaad een groot voorbeeld voor ons, want zij zijn de pioniers. Wij hebben dan ook als Vlaamse overheid veel van hen leren. Dus we hebben al heel wat evaluaties gedaan, heel wat onderzoeken. Meneer burgemeester Verzelen kan daarvan meepraten. Ik ga drie punten heel kort benoemen. Het eerste aandachtspunt of les die ik zou willen meegeven, dus een les voor het bestuur. Fusioneren vergt capaciteit. Dat vind ik een heel belangrijke. Dus een fusie is een complex veranderingstraject dat bovenop uw dagelijkse werking komt. Dus het bestuur heeft al heel wat taken en dit komt er nog eens bij. Dus het wordt zaak, denk ik, om mensen en middelen daarvoor te reserveren of om beroep te doen op externe begeleiding in een fusietraject. Dus dat is punt 1. Punt 2. Belangrijk, of wat we gemerkt hebben bij de fusies van 2019, is dat er weinig protest was bij de lokale bevolking. In elk van die zeven fusietrajecten is er een participatie, een communicatietraject gevoerd. Zijn de burgers van dichtbij betrokken. En hebben uiteindelijk de gemeenteraadsverkiezingen bewezen dat de coalitie die zijn of haar kop uitgestoken had, niet is afgestraft. In één geval was er een volksraadpleging in Zinchem. Is er een volksraadpleging gehouden? Er is de vraag aan de inwoners voorgelegd, zijn jullie voor of tegen het fusie met Kruishouten? Die volksraadpleging is uiteindelijk ongeldig verklaard, omdat er onvoldoende aantal inwoners zijn komen stemmen. Tot slot, waar lagen de inwoners dan wel van wakker in 2019, of bij de fusies van 2019? Adreswijzigingen. Dat is een aandachtspunt, een heel belangrijke. Dus bij een fusie wijzigt uw adres. Dus ofwel wijzigt de gemeentenaam, ofwel wijzigt de straatnaam, ofwel wijzigen ze allebei. Dus in totaal, over de zeven fusietrajecten, waren er 100.000 adreswijzigingen. Als uw adres wijzigt, kunnen we voorstellen dat uw adres staat op heel wat verschillende plaatsen, documenten. Dus daar zou je heel wat administratieve last van kunnen ondervinden. Daarom dat het Agentschap Binnenlands Bestuur als prioriteit heeft om zowel voor inwoners als voor bedrijven als voor verenigingen die administratieve last tot een minimum te beperken, om ervoor te proberen te zorgen dat die zoveel mogelijk automatisch verwerkt worden.
Ja, meneer Van der Pijpen, dat zijn wel het soort emotionele argumenten die je wel vaker hoort. Hè. Dat het dan bijvoorbeeld gaat, los van de rationele dingen, over dingen als een adreswijziging. Begrijpelijk ook wel. Ja, inderdaad, ja. Mensen houden niet zozeer van veranderingen. Hè. Die zijn gehecht aan wat ze hebben, wat ze gewoon zijn. En dan plots gebeurt daar iets boven hun hoofd, waar ze eigenlijk weinig impact op hebben. En ze moeten dat ondergaan. Dat is dan ja, veel geloop, veel rompslomp. En dat hebben mensen niet graag. Hè. Maar ik denk wel, als mensen het nut ervan kunnen inzien, als ze kunnen ervaren wat het op termijn voor verbeteringen gaat inhouden, dat ze wel mee kunnen gaan in het verhaal. Dat ze dat dan wel gaan bijnemen. Maar de vrees is natuurlijk bij die deelgemeenten dat zij volledig uit de picture zullen verdwijnen ja. In heel dat fusieverhaal. Deelgemeenten, inderdaad. De integratie van deelgemeenten in de grote fusiegemeenten, dat is in mijn ogen een belangrijke, moet ik zeggen, succesfactor. Veel staat of valt met het integreren, het aanvaarden van mensen die in een deelgemeente wonen. Want maak nu geen illusies, als je een fusiegemeente aangaat of als je fusioneert met andere gemeenten en je wordt één grote fusiegemeente, er komen meer deelgemeenten bij natuurlijk. Hè. Iemand die bijvoorbeeld nu in Wichelen woont, de hoofdgemeente, kan dan plots in een deelgemeente wonen. Hetzelfde voor leden. Want dan de hoofdgemeente ergens anders. Ja, in één keer wordt geplaatst. Hè. Maar we moeten daarmee rekening houden, want dat is inderdaad heel gevoelig. Het is geweten, in veel dorpen leeft nog altijd het gevoel dat de deelgemeenten miskend worden. Of dat een deelgemeente waar een schepen woont of een burgemeester beter bedeeld wordt. Men moet met die gevoeligheden rekening houden, uiteraard. Hè. En daar zijn mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld, we moeten ervoor zorgen dat elke deelgemeente, of ernaar streven, dat elke deelgemeente een vertegenwoordiger heeft in de gemeenteraad. Dat kan. We moeten er ook voor zorgen dat de gemeenteraad, dat dat korter bij de mensen kan gebeuren. Dat mensen dat kunnen bijwonen, bijvoorbeeld door te roteren. Hè. Er gaan veel gemeentehuizen leegstaan met een lege gemeenteraadzaal. Men kan misschien overwegen van om de x aantal maanden een keer in een andere gemeenteraadzaal te gaan zitten. Of bijvoorbeeld, men kan ook ervoor zorgen dat op de agenda van de gemeenteraad een vast item komt. Hoe is de gang van zaken in onze deelgemeente? En met zo'n manier van werken kan de band aangehaald worden met de deelgemeenten. Hè. Het VVSG reikt ook een aantal instrumenten aan om het leven, het samenleven in deelgemeenten te stimuleren. Bijvoorbeeld, er is ook het labo van de burgerparticipatie, dat men de burgers gaat raadplegen over allerlei items die leven binnen de gemeente. Er zijn genoeg instrumenten om die deelgemeenten erbij te betrekken, maar het is zeker een belangrijk item dat moet meegenomen worden. Heb aandacht voor de mensen die wonen in de deelgemeente en in de hoofdgemeente, want uiteindelijk de fusie is wel de bedoeling korter bij de mensen te komen, hè? Het gemakkelijker te maken voor de mensen. Dus ja. Een fusie gaat over mensen. Ik zag heel veel mensen knikken toen je het had over wat er leeft bij de mensen, dus ik vraag mij af... Toen jullie vanavond naar hier moesten komen, wat zat er in jullie hoofd van dat wil ik daar toch zeker eens gezegd hebben, want dat ligt op mijn maag, mochten we fusioneren. Er moet iemand de eerste zijn vanavond. Meneer, ik zie dat u het vol zegt. Ja. Wel, wij hebben in Wichelen een heel groot sociaal leven. Zowel in Wichelendorp, Serskamp, Bruinbeke. En dat is een beetje bij ons de vrees. Bij een fusie met een grotere gemeente. Kan u uw micro iets beter richten en dan ja. Bij een fusie met een iets grotere gemeente, dat wij daar ons sociaal leven, ons volksleven gaan kwijtraken. Ja. Bijvoorbeeld bij een grote stad zoals Dendermonde of in Wetteren, waar het eigenlijk ook gebeurd is bij de vorige fusies met Maspen en Westrem. Ja. Er zijn Maspen en Westrem eigenlijk een beetje uitgesloten geweest. In die fusie. En dat is bij ons een beetje de vrees, ja. Dat wij datzelfde gaan voeren. Ja, een terechte vrees? Een terechte vrees, enfin, niet alleen een terechte vaststelling uiteindelijk. Hè. En dat leeft in veel lokale besturen, dat deelgemeenten, zeker als je ziet hoe dat die zijn gefusioneerd, veel gemeenten zijn heel lang gerekt, dat het ene uiteinde geen uitstaans heeft met het andere uiteinde. He, leden hier vlakbij, dat is zo'n gemeente. Maar dan moet men daarop inzetten. Je moet, als politicus moet je daar gevoelig voor zijn. He. Dat mag uiteraard niet verdwijnen. Maar ik denk dat een fusie heeft de bedoeling van een betere dienstverlening na te streven.
Dat betekent dat je meer capaciteit moet in huis halen. Hè? Meer personeel, meer ICT, meer financiële middelen. En ik denk dat dat de mogelijkheid gaat bieden aan het lokale bestuur ook om meer in te zetten op een beleid naar deelgemeenten toe. Hè? Dat ze dan meer mogelijkheden gaan hebben om inderdaad te zorgen dat het daar aangenaam wonen is. Dat dan niet alleen gefinancierd wordt of geïnvesteerd wordt in de hoofdgemeente, dat men inderdaad de mogelijkheden heeft om naar de deelgemeenten toe te gaan. Hè. Vandaar ook dat er een vertegenwoordiger moet zijn van een deelgemeente in de gemeenteraad, dat die inderdaad kunnen capteren wat leeft daar in die deelgemeente. Hè, wat is het probleem daar? En we gaan daar iets mee doen, we pakken dan mee naar onze gemeenteraad, we gaan daar een beslissing over nemen. Ik vind die integratie belangrijk. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is dat jullie dat meenemen in het advies, al die bezorgdheden. Zijn er nog mensen die intussen iets willen toevoegen of een bezorgdheid willen uiten, een vraag willen stellen, een mop willen vertellen? Kan ook. Jullie zijn voorlopig helemaal goed. Ja? Anders ga ik iemand aanduiden. Hè? Voilà, mevrouw. Nee. Ik hoor dat er inderdaad heel veel mogelijkheden zijn. Ik begrijp dat ook, zeker op vlak van efficiëntie, van impact. De keerzijde is natuurlijk ook dat er een hoger risico is dat het, een logge instelling gaat worden. Wat is eigenlijk de directe impact op de inwoners en de impact op lange termijn? Een goede vraag, vind ik. Maar ik weet niet wie van de twee heren daar graag wil op antwoorden. Oh. Ja, de directe impact, om nog een keer naar de fusies van 2019 te verwijzen. Het enige waar jullie het aan merken is nieuwe gemeentenaam, nieuw logo, straatnamen die wijzigen. En op iets lange termijn gaat je zien dat uw bestuur een andere dienstverlening, en hopelijk een betere dienstverlening aanbiedt. Dat de interne organisatie van het bestuur verbeterd en dat kan een aantal voordelen met zich meebrengen. Maar dat zal dan afhangen van de beslissingen die het fusiebestuur neemt. Hè. Maar ik denk, u wilt misschien heel concreet iets horen. Ja, hè? Allee, dat is mooi, maar dat is nog altijd vrij fluffy. Ja, maar ik denk dat die concrete dingen, wat jullie bezorgdheden zijn en wat zeker niet zou mogen veranderen bij zo'n fusie, dat vanuit jullie zeker in advies moet gegoten worden. Want dat is de bedoeling van, ik hoor meneer zeggen over het sociale leven, een belangrijk aspect natuurlijk. En het gaat vaak over emotionele dingen. Dat jullie dat moeten meenemen, wat is belangrijk voor ons? Want jullie zijn geloot en zouden eigenlijk representatie moeten zijn voor de rest van de gemeente. Zijn er mensen die nog opmerkingen hebben? U wil nog altijd niet vertellen wat er op uw papier staat? Nee. Koffie ook nog. Okay. Een hele lijst is gissen. Ik heb gewoon iets wat meneer verteld heeft. Ah ja, oké. Okay. Dus nee, heel goed dat jullie... misschien nog een laatste vraagje, meneer Van der Pijpen. Stel, hè, want we zitten in mensen... Ah ja, ook er was iemand in vraag wou stellen. Ja, meneer. Ja, ik vind hoe groter de gemeente wordt, hoe meer inwoners, hoe moeilijker het wordt voor u als inwoner direct contact met uw nieuwe gemeente, met uw gemeentebestuur zou kunnen in contact kunnen komen. Ja. Dat ze misschien zoveel tijd niet meer gaan hebben op 20.000 inwoners als op 10.000 inwoners. Ja, dat is inderdaad iets wat we daarnet ook over hebben gehad. Een pertinente vraag, denk ik. Dat het te groot en te log wordt, waardoor eigenlijk, ja, waarvoor het dient, namelijk een burger, dat dat een beetje op de achtergrond komt. Klopt dat? Zien jullie dat ook bij andere fusies? We zien dat inderdaad. We merken dat. Dat is een risico, hè, dat afstand tussen bestuur en burger groter wordt in een grotere gemeente. Hè? Maar ik ga proberen concreet te worden, maar je kunt je dienstverlening op één plaats centraliseren. Hè? Dus in een grotere gemeente kun je alles via één gemeentehuis aanbieden. Maar je kunt dat ook perfect decentraliseren en op verschillende plaatsen laten. Hè? Dat je je burgerlijke stad nog altijd in je vroegere gemeentehuis had en wat zal nu het deelgemeentehuis zijn. Of wat meneer Van der Pijpen daarnet zei, iemand afvaardigen vanuit de gemeente bijvoorbeeld. U zou dat kunnen zijn, ik zeg het maar een voorstel, meneer. Ja. Maar dat je één iemand afvaardigt die dan mee kan volgen binnen die grotere gemeente. Is dat een optie? Er moet iemand zijn per dorpskern
die aanspreekbaar is voor de burgers. Hè. Die kan capteren, die kan voelen wat er leeft, wat de problemen zijn. Daar moet echt wel op ingezet worden. Hè. Want je mag niet onderschatten wat er op lokale bestuur allemaal afkomt. Uw lokale bestuur, dat wordt een belangrijke beslissingsmacht. Hè. Die gaan beslissen over een aantal aanvragen die je daar gaat doen, van begin tot einde. Die gaan zich niet meer moeten bevragen bij hogere besturen. De bedoeling is van efficiënter te kunnen werken naar de bevolking toe, op alle gebieden. Op gebied van snelheid, op gebied van kwaliteit en op gebied van nabijheid. Daar moet echt op ingezet worden. Fusies, dat gaat over jullie. Dat gaat niet over het bestuur, dat gaat niet over financiën, dat gaat over jullie. En naar jullie toe moet dat beter, moet dat sneller gaan en efficiënter. En dan moet er inderdaad vanuit het bestuur geweten zijn wat het probleem is bij jullie. En daarom moeten ze kort naar jullie toekomen. En dat kan inderdaad, gelijk Fatma aangeeft, door een lokaal aanspreekpunt ook, misschien een lokaal in dienst ook, die x aantal uren per week open is, dat je daar naartoe kunt gaan. Het kan niet zijn dat je voor ergens een vraag te stellen 10 kilometer moet rijden naar het hoofdbestuur, om daar dan te zien, ja, het is vandaag gesloten. Dat is de bedoeling niet, hè. Het moet echt kort bij jullie staan. Hè. En daarvoor is inderdaad capaciteit nodig, hè. ICT en personeel. Dan kun je dat realiseren. Dan kun je naar je mensen toestappen met een efficiënte dienstverlening. Ja. Denk, en dank u wel voor uw vraag. Denk een belangrijk punt ook om je mee in uw advies op te nemen. Nu tot slot, meneer Van der Pijpen. Hier zijn terecht bezorgde burgers. Waar kunnen inwoners zich uiteindelijk dan informeren mocht het toch tot een fusie van hun gemeente komen? Wel, de informatie naar de burgers toe, dat moet het lokaal bestuur doen. Dus zij moeten organiseren hoe de burgers geïnformeerd worden via de website, via een krantje, daarin zijn ze vrij. Maar de burgers kunnen zichzelf ook informeren, bijvoorbeeld via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daar hebben wij een instrument en dat heet Gemeente- en Stadsmonitor. En daar vind je alle gegevens van je lokaal bestuur over tevredenheid, over mobiliteit, over veiligheid, over welzijn. Dat kun je allemaal terugvinden met heel recente gegevens van 2021. En niet alleen van je eigen gemeente, je kunt die gegevens ook plaatsen tegenover gegevens van een andere gemeente. Dus je kunt daar Wichelen op zetten en je kunt daar naast Wichelen dan leden zetten. Of bijvoorbeeld Laren, kan allemaal perfect. En dan kun je zelf zo een beeld vormen van hoe zit dat daar. Hè? Wat zijn de belastingsvoeten in Wichelen? Wat zijn die in Laren? Je kunt die perfect naast elkaar zetten. En er zijn heel veel vragen gesteld aan de burgers vanuit de Vlaamse overheid. En al die gegevens zitten verwerkt in die gemeente- en stadsmonitor. Ik denk dat de mensen hier hebben die fiches gekregen. En voor de mensen thuis geef ik toch ook graag mee dat op de website van de gemeente dat al die informatie ook beschikbaar is. Ik wil nu nog even kort, voor we naar het volgende gaan, dank jullie wel, heren, trouwens, voor de inhoudelijke, belangrijke informatie. Het is natuurlijk zware materie, maar wel heel interessant. En voor we naar hier links van mij gaan, eerst nog eens vragen of jullie nog vragen hebben. Nee. Ja, meneer? Het is al even geweest dus over die schuldtoevername van de Vlaanderen had dat overpakken dan. Maar die schulden zijn wel niet weg. Dus ga op een of andere manier de factuur dan toch niet bij ons komen. Het zijn via gemeentebelastingen, provinciebelastingen, whatever. Die verdwijnen niet, die schulden dat Vlaanderen overneemt. Wat gebeurt daarmee? Oh, ik kan daar een moeilijke uitleg over geven, maar op zich inderdaad, Vlaanderen neemt de schuld over. Uiteraard gaat die afgelost moeten worden, hè. Maar ze zit niet bij de gemeente. En op het niveau van de gemeente is er meer investeringsruimte. De gemeente kan meer... Ik denk, mevrouw Koppes heeft daarnet ook daarover gesproken, over die schuldafbouw. Is dat iets waar u concreet een antwoord op kan geven? Of, want ik heb hier een microfoon voor u. Sorry, hè. Die schulden worden een deel overgenomen. Wij hebben bijvoorbeeld een schuldgraad van 1200 euro per inwoner. Dus dat betekent dat wij onze schuldraad dan een beetje dat wij die gaan halveren. Dus zelfs al onze schulden zijn daar eigenlijk ook nog niet mee afgedekt als we voor die maximale schuldafbouw zouden gaan. Dus die schuldenlast wordt inderdaad verlegd. De vraag is, ik denk dat dat een terechte vraag is, wat doe je met je belastingvoeten? Om toch voldoende te kunnen blijven investeren, moeten die belastingen al dan niet dan omhoog om de benutte ruimte die vrijkomt nog groter te maken. Dus dat is denk ik een vraag die in verschillende fusiebesturen gesteld wordt, wat doen we met die belastingvoeten.
Normalitair wordt die de laagste belastingvoet genomen van de fuserende gemeenten. Maar dat kan natuurlijk een verschil maken, hè. Voor de ene gemeente betekent dat dan dat ze minder belastingen betalen. Voor de andere betekent dat dan dat ze meer moeten betalen. En welke middelen heb je eigenlijk nodig om goed te kunnen functioneren? Dat zal ook afhangen van met welke gemeente die fusie aangegaan wordt. Ja, want niet iedere gemeente heeft dezelfde belastinggoed. Voilà. Ja. En dat kunnen jullie ook goed zien in die fusiefiches. Wat dat de financiële impact eigenlijk is van de belastingen. De APB, de OOV staat er eigenlijk allemaal mooi in. Dat dat eigenlijk verschillend is afhankelijk van met welke gemeente de fusie eigenlijk aangegaan wordt. Het hangt er natuurlijk ook vanaf van wat dat de nieuwe gemeente allemaal wil doen, hè. Ja, misschien kort, die afkortingen, die ken ik niet. De APB is de aanvullende personenbelasting. Ja. En de OOV zijn de opcentiemen onroerende voorheffing, is belasting op het kadastraal inkomen, belasting op eigendom. En de personenbelasting, ja, dat is eigenlijk uw aanslagbiljet dat je eigenlijk invult elk jaar. Daarvan wordt een bepaald percentage naar de gemeenten doorgestort. Maar wij hebben straks nog onze financieel directeur, die ook nog een deeltje die financiële cijfers zal toelichten. En we gaan daar zaterdag ook zeker dieper op in, samen met Lisbeth de Moor van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die dan eigenlijk heel concreet over die financiële impact op die fusiegemeente zal spreken. Dankjewel, mevrouw Koppes. Ik denk dat dat wel duidelijk is, dat we het er nog gaan over hebben. Dankjewel voor uw vraag. U heeft inderdaad die mapjes meegekregen waar u straks voor het slapen gaan nog even kan doorbladeren om wakker te blijven of in slaap te vallen, inderdaad. Nu goed, we hebben nu al een beetje een beter zicht gekregen, denk ik. Ik hoop dat jullie dat ook vinden op de voor- en nadelen van fusies, valkuilen die er bestaan. En we hebben zelfs al een aantal voorbeelden gekregen uit het buitenland. Om jullie kennis over fusies nog wat meer bij te spijkeren, hebben we dus er nog een expert bijgehaald van de KU Leuven. Mevrouw Truisteen, hoogleraar bestuurlijke organisatie van de overheid. Dat is wel ook al een moeilijke titel. Ja. Ik werk voor het Instituut voor de Overheid en dus wij doen eigenlijk vooral onderzoek rond hoe de overheid werkt. Dus de administraties, de verhouding tussen ambtenaren en politici, maar ook hoe overheden en lokale besturen in het bijzonder met burgers samenwerken. En wij hebben in de voorbije jaren eigenlijk ook de verschillende fusies die gebeurd zijn in de vorige legislatuur, de 7 fusies. Die hebben wij bijvoorbeeld ook bestudeerd door met mensen daar te gaan praten over waarom willen jullie dit doen, wat zijn nu de motieven die jullie hebben, wat zijn een beetje de vrezen. Dus vanuit dat onderzoek, onder andere, kan ik misschien ook nog iets vertellen. Ja. Je zou kunnen zeggen tegen deze mensen, ga rustig thuis zitten, we doen een referendum. Ze zeggen ja of nee. Is dat niet beter dan een burgerparticipatie? Papa. Bon, ik denk dat dat duidelijk is, burgerparticipatie. Is het niet makkelijker ook om zo'n referendum te organiseren? Ik moet zeggen dat ik eigenlijk heel fijn vind dat ik hier ben. En ook dit experiment en dat de gemeente Wichelen dit aandurft, zeg maar. Op het eerste zicht zouden veel mensen misschien denken waarom inderdaad geen volksraadpleging of referendum, zoals we dat dikwijls noemen. Ik denk dat er zijn een... Op het eerste zicht denk je van, ja, dan gaan er veel meer mensen meedoen. Hè, want we zitten hier met 24, hè, wat kunnen wij met ons 24 doen? Maar bij een referendum moet je rekenen van, veel mensen worden uitgenodigd. Maar daar zit heel vaak een bepaalde groep maar die daar naartoe komt. Hè. Bijvoorbeeld, hè, je loopt het risico als je een referendum zou in Wichelen uitzetten, dat er... Ik zeg maar iets, hè. Ik zeg niet dat per se, maar dat er vooral mannen van 45, 50 plus naartoe zouden komen en dat je eigenlijk de jonge mensen helemaal niet zou horen. Hè. Dus dat je resultaat krijgt, maar dat eigenlijk helemaal niet representatief is. Hè. Helemaal niet gedeeld wordt door iedereen, terwijl je veel meer mensen aan het woord gelaten hebt. Dat is het eerste. En het tweede punt is ook wel bij een referendum, is een ja-nee-vraag. Hè. Ben je voor of tegen fusies? Dus daar krijg je eigenlijk ook als gemeente, denk ik, uiteindelijk heel weinig te horen van waarom nu. Hè? En stel je voor dat zo'n referendum dan bijvoorbeeld 45 plus en 55 min of omgekeerd, hè? Dan zit het ergens tussen. En dan is het ook voor, inbeelden voor de burgemeester, voor het bestuur, van ja, het ligt net positief of net negatief, maar waarom? Hè? Wat schrikt de mensen af of wat motiveert de mensen? Plus, de vraagstelling
kan ook, hè, als je wil bij een referendum, is het eigenlijk wel zo, als je graag hebt dat je de mensen ja laat zeggen, er zijn altijd manieren om je vraag te stellen die mensen, hè, een beetje kunnen duwen in een of andere richting. Ja, ik denk dat Brexit wel een goed voorbeeld is van een referendum waar achteraf bleek dat de meeste mensen het toch niet wilden. Ja, of bijvoorbeeld dat voorbeeld van de jonge mensen. Hè, die, men heeft al met de Brexit gezegd van een paar jaar later waren eigenlijk al veel jonge mensen die nu zouden mogen stemmen, die toen bijvoorbeeld nog geen 18 waren. De uitslag zou nu waarschijnlijk anders zijn, hè, omdat er leeftijdsverschillen waren. Wij hebben hier heel wat jonge mensen. Ja. Ja, en dat is een van... Allee, wij doen onderzoek naar burgerparticipatie en dat is een van de dingen die we telkens ook merken, dat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld jonge mensen te engageren. En wat je dus hier gedaan hebt met die spiegel, of wat de gemeente hier doet met die spiegelgemeenteraad, is dat eigenlijk proberen op een andere manier te doen. Dus door mensen te gaan loten, dus door namen uit het geheel van alle wichelaars te gaan nemen, maar dat ook niet helemaal willekeurig te doen. Dus bij het zoeken naar 24 mensen is er wel op een of andere, is er wel gekeken van, er moet een beetje evenwicht zijn tussen mannen en vrouwen. Er moet wat evenwicht zijn naar verschillende leeftijd. En ik denk dat jullie ook nog als derde, we moeten wat evenwicht hebben vanuit de verschillende gemeenten, deelgemeentes van Wichelen. Dus je krijgt eigenlijk een kleinere groep. Jullie zijn maar met 24. Maar eigenlijk zijn jullie wellicht veel representatiever, of hebben jullie de mogelijkheid om veel representatiever te zijn dan als er een referendum zou gebeuren. En dat daar misschien echt wel maar één bepaalde groep of bepaalde groepen wel of niet zouden komen. Dus dat is belangrijk, denk ik. En dat andere punt is wat dat we hier nu doen. Jullie worden op een referendum, er gaan wel de partijen voor en tegen. De Brexit is een mooi voorbeeld. Je krijgt grote slogans van als we weggaan uit Europa, dan gaat dat gebeuren. Als in positieve, de hemel gaat er zijn of het gaat crisis worden. Maar ja, je wordt wat overstelpt en je moet daar je weg in vinden. Wat we hier doen is met een kleine groep werken, maar echt zeggen van kijk, je gaat een avond, straks zaterdag ook nog, echt zoveel mogelijk proberen allerlei mensen jullie informatie te geven. Kunnen jullie vragen stellen? Kunt je de informatie die gegeven wordt, het is ook de bedoeling dat we eerlijk informatie geven, dat we zeggen van fusie kan daar goed voor zijn, maar ja, inderdaad, dat zijn ook wel dingen die misschien anders wat moeilijker kunnen liggen. Dus je kunt vanuit verschillende hoeken kijkend ook vervolgens hopelijk zeggen van ja, wij neigen die of die richting uit, maar we weten ook een stukje waarom. De bedoeling is dat niet alleen is ja, nee, maar dat je ook van ja, waarom zou zo'n fusie eigenlijk, wat is dat zo'n fusie, waarom zou je dat willen doen? Als je dat zou willen doen, wat zijn dan de belangrijke criteria, de belangrijke elementen waarop dat je wel of niet wilt gaan letten? Dus ik denk dat dat toch allemaal elementen zijn die... Misschien toch eens horen. Kijk eens naar de jonge mensen, wat jullie getriggerd heeft en of jullie daar fijn vinden dat jullie geloot zijn. Of dat het een soort van betrokkenheid geeft die wel fijn is. Dus de verschillende jonge mensen, ik ga niemand specifiek aanduiden, maar kan iemand van jullie daar wat uitleg bij geven? Ja. Ik vind het wel fair dat ook de jeugd wordt vertegenwoordigd in zo'n raad. Ja, we zijn ook wel een deel van Wichelen. Absoluut. Ja. De toekomst van Wichelen zelfs. En zijn er specifieke bezorgdheden waar jullie het over hebben, wat jullie hier mee willen geven of straks op zaterdag? Specifiek voor de jongeren, als er zo'n fusie zou komen? Ja, inderdaad. Net bijvoorbeeld over die schuldafbouw werd dan aangehaald. Of dat er dan ook extra financiële middelen zouden komen wanneer dat er een fusionering plaatsvindt. Een bezorgdheid dat je dan bijvoorbeeld hebt, is, kan me wel voorstellen dat hoe groter uw gemeente wordt, hoe groter ook uw gemiddelde kost wordt voor de werking van het lokale bestuur. Dat klinkt uiteraard allemaal zeer positief, maar dan is mijn bezorgdheid bijvoorbeeld, is dat dan wel voldoende? Want ik kan me ook voorstellen, hoe grotere gemeente, hoe ambitieuzer de projecten worden. Of dat er wel voldoende financiële middelen zullen zijn daarvoor. Ja,
jullie willen eigenlijk ook het hele plaatje horen en niet alleen de hoera-berichten rond we worden groter, we gaan fusioneren. Laten we dan meteen verder gaan. We gaan straks ook de financieel directeur, want ik hoor dat er heel veel bezorgdheid is ook rond die schuldafbouw en die schulden en de bereikbaarheid van zo'n grote gemeente. Mevrouw Steen, misschien heel kort en heel concreet, wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste redenen waarom gemeenten in het algemeen overwegen om te fuseren? Wat zijn voor hen de voordelen? Ja, ik denk dat die eigenlijk wel intussen al besproken geweest zijn. Ik denk dat het voornaamste gaat over die capaciteit van lokale besturen. Lokale besturen zijn degene dichtst bij de bevolking, maar zoals aangegeven is, gemeenten zijn vaak heel klein in Vlaanderen en hebben vaak eigenlijk niet de capaciteit om wat ze zouden kunnen doen, ook daadwerkelijk te doen. En daarnet kwam zo de vraag van, kan je het meer concretiseren? Dat is natuurlijk moeilijk, want wij kunnen niet gaan zeggen wat gaat er in Wichelen gebeuren of niet. Maar misschien om het ietsje concreter te maken, een van de bevoegdheden die heel belangrijk is en die heel lokaal is, gaat ook over mobiliteit, over verkeer, vervoer en dergelijke. Dat zit natuurlijk op verschillende lagen, maar een lokaal bestuur kan daar eigenlijk heel veel in doen. Maar als je echt een heel kleine gemeente hebt, dan heb je niet de capaciteit om daar bijvoorbeeld in administratie een ambtenaar te hebben die gespecialiseerd is in mobiliteit en die daar op maat van de gemeente iets voor kan gaan doen. Stel dat je de grootte hebt van dat je samen zou gaan met een andere gemeente of met twee of drie gemeenten. Dan heb je een administratie en dan heb je een aantal ambtenaren die al wat meer zijn. En dan heb je de capaciteit om bijvoorbeeld te zeggen van wij gaan wel één ambtenaar, een mobiliteitsambtenaar, die daarvoor geschoold is en die echt op maat van ons lokaal kan helpen meedenken van wat voor mobiliteitsvraagstukken hebben we. Hoe moeten we dat aanpakken? Hoe kunnen wij hier dat samengaan van autoverkeer, maar ook veiligheid naar dus de lagere schoolkinderen die 's morgens en in de namiddag in het verkeer zijn. Dus ik denk dat dat zo'n concreet voorbeeld is van... Ja. En we hebben het hier ook wel over bezorgdheden, maar wat blijkt uit uw onderzoek? U heeft onderzoek gedaan naar dit soort dingen. Kan een fusie ook negatieve gevolgen hebben voor inwoners? En wat zijn die negatieve gevolgen dan? Want ik denk dat mensen dat graag daar de waarheid over horen. Ja. Wel opnieuw, ik denk dat ook daar de voornaamste al aan bod gekomen is. En dat is die vrees voor de afstand, zowel letterlijk als figuurlijk. De letterlijke afstand van, moeten we dan zoveel kilometer verder gaan? Als de figuurlijke afstand van, kennen we elkaar dan nog? Kennen we dan nog het politieke niveau? Ik denk dat een terechte bezorgdheid is. Maar volgens mij, en als je kijkt naar onderzoek, is dat ook... Onderzoek zegt niet eenduidig van, het gaat minder goed of het gaat beter gaan. Wat onderzoek eigenlijk toont is, het hangt af van wat die gemeente en het lokale politieke niveau daarmee gaat doen. Als die gemeente, de nieuwe fusiegemeente, inderdaad daar aandacht voor heeft en zegt van, we moeten op verschillende manieren die afstand kort houden. Bijvoorbeeld door de oude gemeentehuizen nog als loket te gaan gebruiken, door onze dienstverlening echt specifiek op verschillende plaatsen te zetten, dan kan dat eigenlijk heel goed lopen. Als daar geen aandacht voor is, dan moet je als burger aan de bel kunnen trekken met de verkiezingen of in de gemeenteraad. Ja. Ik hoor u zeggen, heel belangrijk dat die afstand wel klein gehouden wordt. Het is niet omdat je een grotere gemeente wordt, dat daarom de afstand ook groter moet worden. Ja. Je kan die klein houden, en kleinschalig. En mensen denken vaak, ik zei afstand letterlijk en figuurlijk. Denkt vaak letterlijk in termen van, moeten we dan heel vaak, als ik een nieuw paspoort moet gaan halen, hoe ver moet ik dan? Ook dat figuurlijke, denk ik. Maar ook daar zie ik een beetje... Zoals het voorbeeld dat ik daarnet gaf van die mobiliteitsambtenaar. Wat we hier vanavond zien is een heel mooi voorbeeld van hoe probeert de gemeente Wichelen dichter bij de burgers, samen met de burgers aan zoiets te werken. Dat is eigenlijk fantastisch dat ze dat als relatief kleine gemeente kan. Ik denk ook wel, als je wat meer capaciteit hebt, wat groter bent als gemeente, dan is het eigenlijk ook gemakkelijker om nog veel meer dat soort initiatieven te nemen. En te zeggen van, het is niet alleen de gemeenteraad die om de zoveel tijd samenkomt, maar wij kunnen veel vaker allerlei projecten opzetten direct met onze burgers samen. Ja. Maar als ik mag, mevrouw Steen, ik denk dat iedereen in deze zaal vandaag wakker ligt van die energiecrisis. Hoe kan op lokaal niveau dan... Kan je dat beter aanpakken als je gefusioneerd bent of net niet?
Of is dat een vraag die je niet kan beantwoorden? Ja, die energiecrisis vind ik nu wel een moeilijke, omdat dat... Allee, ja, het is mijn expertise lokaal, niet om nu nee. rond energiebeleid iets specifiek te gaan zeggen. Maar wat dat je misschien ook wel ziet, is... een van de vragen die ook vaak gesteld wordt bij fusies is van waarom moeten we fuseren? We werken ook al samen. Er zijn politiezones, dus we werken al samen. We hebben niet onze eigen politie, maar we hebben de politie in een politiezone. Er zijn vaak intercommunales voor afval of voor anderen. En misschien is dat daar ook wel iets. Dat is waar en dat is zo'n afweging die gemaakt wordt. Ik denk wat eventueel naar de pro-fusiekant, van waarom fusie eerder dan samenwerking, zijn twee elementen. Dat je uiteindelijk misschien toch minder elkaar gaat tegenwerken als gemeente. Want uiteindelijk, je zit misschien in een samenwerkingsverband, maar elke gemeente gaat toch kijken naar wat haal ik er een stukje zelf uit. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij als er verkavelingen zijn of als er ergens bedrijfsterreinen moeten gaan komen, als het allemaal gemeenten apart zijn, gaan die allemaal vanuit hun eigen gezichtshoek. Als je het als één groot geheel, kun je beter gaan kijken waar is eigenlijk de ideale plek over heel de ruimte, bijvoorbeeld, om dat te plaatsen. En het andere grote verschil tussen een samenwerkingsverband en een gefuseerde gemeente is dat je bij een gefuseerde gemeente rechtstreeks werkt. Je kunt rechtstreeks uw gemeenteraad aanspreken, die voor heel het gebied werkt. Als je kijkt naar een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een intercommunale, dan sta je daar als burger veel verder vanaf. Want dan heb je in die intercommunale, die heeft een bestuur, en in dat bestuur van die intercommunale zit er één of twee afgevaardigden van mijn gemeente. Dus ik kan veel moeilijker als burger die intercommunale gaan opvolgen of gaan bekijken of ter verantwoording gaan roepen dan mijn eigen gemeente, waar ik ultiem bij de verkiezingen bijvoorbeeld wel kan zeggen van ja, het was goed of het was niet goed. Ja. Zijn er intussen nog vragen voor mevrouw Steen of andere mensen in de zaal? Want ik stel voor dat we er eigenlijk een heel concreet voorbeeld bij halen of een persoon. Die zit hier links, Joop Verzelen. We komen zo meteen naar u. Want u heeft al een gemeentelijke fusie moeten doen en we gaan ook eens kijken hoe anderen dat gedaan hebben. We zijn in Kruishem, al is er nog nergens een bord te vinden met een nieuwe naam. En er is nog meer niet op orde. Om gelijke straatnamen te vermijden, kregen 23 straten hier een nieuwe naam. En die zijn nog altijd onvindbaar via Google Maps. Als ze een straatnaam intikken in Google, dan herkent hij die niet. En weet hij dus ook niet waar de betrokkenen woont. Kijk, ik zit hier nu in Kruishem. Ik tik dus de Brouwerijstraat aan. En waar kom ik uit? Op een totaal ander adres. Ik zit dus nu blijkbaar in Zingen. Café De Nommegank lag vroeger in de Ommegangstraat. Maar nu in de Brouwerijstraat. De baas is bang dat nieuwe klanten hem niet altijd vinden. We hebben soms groepen die komen en dergelijke. Mensen die van ver buiten de streek komen. En die vinden Ommegangstraat 23, die in feite Brouwerijstraat 23 is, vinden zij dat niet meer terug. Niet in Kruishoutem, niet in Kruishem. Ja, staan we dan nog op de kaart? Staan we niet op de kaart? Ja, dat weet ik zelf niet in feite. Ook naar het woonzorgcentrum daar recht tegenover moeten sommigen hard zoeken. Pakjesdiensten die hebben het wel moeilijker, omdat de GPS'en waarschijnlijk nog niet geüpdate zijn. Dus daar is er wat moeilijkheid, ook vooral omdat de huisnummering verder in de straat is aangepast. Google Maps vraagt dat gebruikers zelf fouten signaleren aan het bedrijf. Ik vind dat een vreemde redenering. We hebben een volledige lijst met correcte informatie bezorgd aan Google en andere operatoren. En dat zou beter ook meteen aangepast worden, ook bij Google. De nieuwe plaatsnaamborden met Kruishem zouden volgende week geleverd worden. Met de gemeente Zingen op 1 januari 2019. Kruishem was tijdens de vorige legislatuur de zevende nieuwe fusiegemeente na Aalter, Deinze, Lievegem, Oudsbergen, Pelt en Puur Sint-Amans. En ik ga jullie besparen welke gemeenten daar allemaal in die namen zitten. Maar we hebben hier Joop Verzelen. U bent burgemeester van Kruishem. Welkom. Ja, dank u wel. Wat vindt u al van de avond tot nu toe? Ja, hoort u dingen die u herkenbaar in de oren klinken? Ja, heel herkenbare zaken. Maar ook zaken die niet correct weergegeven zijn. En waarom niet correct weergegeven? Omdat ik een vermoeden heb dat het afhangt van gemeente tot gemeente. Bepaalde zaken die een antwoord geven,
zijn misschien wel toepasselijk bij andere fusiegemeenten. Het feit dat ik nu zelf in een tweede verhaal zit van een tweede fusie, want men verklaart mij een beetje fusiegeil. Ik zit in drie fusieverhalen, het vorige, het huidige en ook fusie van politiezones. En dan zie je de verschillen wel als er een grote stad bij betrokken is of als je alleen met kleintjes werkt. Ja, maar hoe hebben jullie algemeen die nieuwe fusie van Kruishoutem Zingem, dus ik moet Kruisum zeggen. Ik zou dat jammer vinden dat dan, er zit veel Kruishoutem in en weinig Zingem, maar goed. Kruisum, ja. Hoe hebben jullie dat ervaren? Op een heel positieve manier en wij hebben dat niet dezelfde weg genomen als vanavond, maar toch is er een gelijkenis. Wij hebben wel ook een loting gemaakt na de fusie. Dus een keer dat de fusie op gang kwam om de naam te zoeken van de nieuwe gemeente, hebben we ook een loting gedaan. En uit die loting zijn 5 namen naar voren geschoven en de bevolking heeft dan de juiste naam gekozen. En eigenlijk de korte betekenis van Kruisum is eigenlijk een fictief dorp die al bestond vroeger in de boeken van Mark de Bel, die een ereburger is bij ons. Dus de jeugdauteur Mark de Bel schrijft altijd over Kruisum. En puur toevallig is dat op grondgebied Kruishoutem en Zingem. Dus het dorp bestond eigenlijk al en is eigenlijk puur toevallig tot leven gekomen. Mooi. Welke vragen krijgen jullie of kregen jullie van, vooral van inwoners? Van, ik heb een nieuw adres. We zagen hier net natuurlijk in de reportage van VRT Nieuws het hele Google Maps verhaal. Wel herkenbaar, hè? Ja, ik denk dat mensen altijd bezig zijn met hun identiteit. Hè. Als je kijkt, gewoon het leven ook. Een mens heeft een identiteit en vindt dat dus belangrijk. Dus ook de naam van je gemeente, de naam van je straat, zelf je eigen naam. Hè. Dus de mens houdt van identiteit. En dat was ook de schrik die men had in het begin. Het mooie van het verhaal is, ik ga straks uiteraard ook over de negatieve kanten hebben, het mooie van het verhaal is dat mensen geen schrik moeten hebben. Dus vooral naar identiteit toe. Ik denk bijvoorbeeld dat heel veel gemeenten bang waren om hun identiteit te verliezen in kleine deelgemeenten, zoals ik net gehoord heb van een van de inwoners hier. Integendeel, dat hangt eigenlijk af, los van de fusie, dat hangt af van hoe het bestuur redeneert. Als je een bestuur hebt die zegt, we gaan voor de kleine gemeenten. Ik ga een voorbeeld geven van het voormalig Kruishoutem, waar dat begonnen is bij mijn voorganger. We hebben eerst dorpslokalen en gemeenschapslokalen geplaatst in de deelgemeenten. Dat is ook deelgemeenten van 400 inwoners. Eerst burgerlokalen in de deelgemeenten. En men is geëindigd na 20 jaar met een nieuwbouw in het centrum. Dus men heeft de deelgemeenten naar voren geschoven. Dus het hangt niet af van een fusie of niet. Nu hebben we dat toegepast. Er is vanuit mijn oogpunt, ik was burgemeester in Kruishoutem, zijn er 3 deelgemeenten bijgekomen. Zijn de Huissen, Ouwegem en Zingem. Passen we hetzelfde principe toe. We hebben inmiddels al een zaal heringericht. Het voormalige gemeentehuis van Huissen hebben we het administratief centrum gedaan met Burgstam Bevolken. En daarboven een splinternieuwe zaal met splinternieuwe keuken hebben we geplaatst in Huissen. De kleinste deelgemeente van de 3. Nu zijn we begonnen met een dorpshuis. Dat wordt volgend jaar geopend in Ouwegem. Dat is de 2e grootste deelgemeente. En volgende legislatuur gaan we pas in Zingem ook volledige nieuwe infrastructuur plaatsen voor de bewegingen. Maar we hebben vooral de kaart getrokken naar het verenigingsleven en naar de bewegingen die er zijn, zowel als jeugd, gepensioneerden. Eigenlijk ronduit naar de verenigingen hebben we de volle kaart getrokken. Dat doen we eigenlijk al decennia. Dat is het kenmerk van onze gemeente. Ja, nu, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen. Jullie hebben ook een rapport gekregen van Audit Vlaanderen over de organisatie en de dienstverlening in alle fusiegemeenten. En het rapport duidde Kruishoutem aan als slechtste leerling van de klas. Hoe kwam dat? Dat klopt. Eigenlijk is dat niet zo moeilijk. We zijn er ook niet beschaamd over. Moet zijn, als je dat nieuws krijgt, leuk is dat niet. Natuurlijk, dat komt dan ook in de media. Fijn is dat niet. Jullie waren gebuist. Maar ik ga een voorbeeld geven. Er waren bepaalde parameters of zaken waar je moest aan voldoen. Ik ga 1 voorbeeld geven. Wij moesten iets kunnen voorleggen op gebied van een soort organisatieboek, een organisatiehandboek. Kruishoutem had vroeger een perfect organisatiehandboek. Zingem had vroeger een perfect organisatiehandboek. Die tamelijk gelijklopend is op elkaar. Wij hebben geopteerd in het begin van de fusie om eerst alle zaken te regelen. Ik heb al een paar voorbeelden genomen waar de burger direct iets van voelde. Voor ons personeel, want dat is een van de moeilijkheden bij een fusie, om je personeel content te stellen en daar zo rap mogelijk een draai aan te vinden. Dat hebben we voorgenomen en dat hebben we achteraf zijn we daar maar aan gang geschoten. En als je bijvoorbeeld het organisatiehandboek neemt van 2 gemeenten die goed draaien, ja, als we dat samenstoken, ja, dan zal men niet in een rood cijfer. Dus van de eerste keer, omdat er wat erin zit, krijg je een knalrood cijfer, terwijl dat organisatiehandboek wel in orde is, hè, maar niet op de wijze zoals men het vraagt. Ja, men kan dan vanuit de audit niet anders dan een rood geven. Dat doet pijn. Ik ben iemand die mij niet gauw kwaad maakt. Ik heb me al tamelijk mijn boos geuit richting Vlaanderen. Mijn excuses misschien voor de Vlaamse vrienden, maar dat stond mij inderdaad niet zo aan, omdat dat een foute perceptie meegeeft.
De tweede reden is, wij zijn veruit van de zeven, veruit de kleinste fusie. Wij zijn in oppervlakte zo groot als Oudenaarde, als de stad Oudenaarde, maar wij hebben slechts met de fusie, dus de fusie, 15.600 inwoners. Dus dat blijft een zeer kleine, landelijke, uitgestrekte gemeente, nog steeds. Dus als je dat dan vergelijkt met leerlingen die daar zeer goed uitkomen, stad Tijnse, stad Aalter. Ja, want daar gaat het over grotere gemeenten die fuseren. Ja. Die nemen er een kleinere bij. Dat is natuurlijk een verschil met jullie, hè? Ja, en ik denk dat je daar geen nieuw organisatiehandboek voor moet maken. Dat is er gewoon. Hè. Het personeel is er gewoon overgeplaatst naar het stadhuis, die erop ingericht is, naar de stad toe. Ja, we hebben een verhaal gehad waar je met twee gelijke entiteiten, met hetzelfde aantal personeel, een nieuw verhaal moet zoeken. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal, een moeilijker verhaal dan een stad die een kleine gemeente absorbeert. Ja, ik ga zo meteen ook eens naar de Spiegelmaand gemeenteraadsleden gaan, want ja, we zitten hier nu wel echt met iemand die het heeft gedaan, die de inwoners ook heeft gesproken. Ik kom zo meteen bij jullie, maar toch eerst eens, jullie hebben inderdaad in juni dit jaar gespreksavonden georganiseerd met de inwoners, waar jullie ook nog eens de mening hebben gevraagd over een verdere mogelijke fusie met Oudenaarde, Wortegem, Petegem en Kluisbergen. Sommigen zouden zeggen fusiegeil, wij doen dat niet. Jullie hebben dus nog grootste plannen. Vinden jullie inwoners dat eigenlijk een goed idee? Zijn ze ervoor gewonnen of wat vertellen ze jullie? Ja, we hebben dus ook bij de eerste fusie, dus bij de fusie van Kruisem, hebben we de beslissing genomen en hebben dan de burgers enorm veel ingericht en enorm veel gespreksavond georganiseerd en genoeg kanalen georganiseerd, maar de beslissing was genomen. Wij wilden niet dezelfde fout, als ik het zo mag uitdrukken, maken. Wij vonden dat we de inwoners te weinig hadden betrokken op voorhand en we hebben het omgekeerde gedaan. Het gevaarlijk daarvan is dat, het is hier al gevallen, die woorden zijn al gevallen, mensen zijn bang voor verandering. Dus we zagen dat ook bij de burgerbevraging, eerste enquêtes, dus zowel de digitale als de schriftelijke, hadden wij meer dan het dubbele aantal enquêteformulieren dan de stad Oudenaarde, die vier keer zoveel inwoners heeft. Dus dat is eigenlijk acht keer zoveel dan Oudenaarde. Met het duidelijke antwoord, ja, maar laat het maar zo, het is al goed, niet nog een grotere fusie en zeker niet met een stad. De schrik was er wel, maar je hebt de kans niet om het allemaal uit te leggen. Dat is het probleem. Je zou moeten een forum hebben, zoals je vanavond hebt, waar je alles kunt uitleggen van naaltje tot draadje, want dat verhaal is boeiend. Ik kan straks een paar voorbeelden geven, want jullie hebben een paar steden als buurgemeenten. Wij zitten vanuit voormalig Kruisem gevangen tussen drie steden, Waregem, Deinze, Oudenaarde. Ja, dan ben je inderdaad wel bang, maar zie je ook de voordelen daarvan. En kan je ook zien dat een stad, ik denk bijvoorbeeld als het naar bereikbaarheid is, want dat is een van de vele zaken die er werd aangehaald, de bereikbaarheid, gaan we nog kunnen gaan naar ons eigen gemeentehuis. Dat hangt weer van je bestuur af. En ik ga één extreem voorbeeld geven. Toen ik een gesprek had met de schepen van Oudenaarde, die ook bezig was over van, is er maar één gemeente of stadhuis, of zijn er twee of drie of vier of vijf, zegt hij, ja, ik ben eigenlijk een beetje beschaamd vanuit Oudenaarde, zegt hij, qua bereikbaarheid van mijn burger, als ik dat vergelijk met de stad Gent, die een 250.000 inwoners heeft, hoe brengen die de burgerlijke stand tot bij de burger? Letterlijk, die hebben bijvoorbeeld een bus. Die werken met afspraken. Die bus komt tot in Drongen, komt dat aan Gentsehaven, komt dat in Mariakerk, komt in Wondelhem. Allemaal uitkanten van een grote stad waar je op voorhand zou zeggen, ja, woont daar een keer, zijn een keer een deelgemeente van Gent. Dat wil je toch niet? Dus ik bedoel, je mag ook geen schrik hebben dat je plots bij een stad zou kunnen geraken. Dat kan ook zijn voordelen hebben. Maar het hangt altijd af van wie is op dat moment uw bestuur. Dat heeft zelf niks te maken met fusies. De gemeente of stad dat je op dat moment hebt, hangt doodgewoon af hoe is de ingesteldheid van uw bestuur. En dat heb je nooit in de hand, ook niet in een kleine gemeente. Ja. Ik stel voor dat jullie vragen afvuren, want dit is de man die het al heeft gedaan, die ook al met de inwoners heeft gesproken en die vast wel een antwoord heeft op jullie bezorgde vragen of opmerkingen of positieve opmerkingen. Iemand van de Spiegelgemeenteraadsleden die een heel concrete of niet zo concrete vraag heeft? Ja. De bedoeling van een fusie is dat die te centraliseren van alle middelen en iedereen samen in één gebouw. Maar het is, wat ik hoor is dat in eigen gemeente nog altijd een gemeentehuis hebben. Daar gemeentehuis, dan blijf je eigenlijk zoals je huidig werkt gewoon verder doen dan toch. Dus daar een dorpshuis of daar een dorpshuis in eigen gemeente. Maar is het niet de bedoeling van alles te centraliseren?
Het verhaal dat ik net vertelde van dorpshuizen en gemeenschapszalen gaat gewoon over het verenigingsleven. En vooral duidelijk dat je in elke deelgemeente je verenigingsleven blijft garanderen naar je bevolking. Als het gaat over de diensten zelf van ten gemeentehuizen, zaten we inderdaad met 3 locaties. Er was 1 locatie die een nieuwe bibliotheek zou worden, maar die stond op 2 kilometer van onze bibliotheek. Dus het was heel absurd om die in te richten. En hoe raar het ook klinkt, je kan niet alle diensten, alle personeel in de huidige locaties in 1 gebouw steken. Dat is onmogelijk. Er is maar 1 oplossing voor en dat is nieuwbouw. U heeft uw eigen burgemeester net gehoord dat wij aan onze cliënten voelen dat er fusies verplicht zullen worden. Wij vermoeden dat. Wij zijn dat niet zeker. Het zal ook van de kiezer afhangen van Vlaanderen. Maar wij vermoeden dat. Dat is ook de reden dat ik in dat tweede verhaal ben gestapt. Om erbij te zijn en niet achteraf na te hubbelen als het te laat is. Nu, wij hebben daarvoor niet geopteerd om een volledige nieuwbouw te zetten. Waarom? Als je daar een nieuwbouw zet en blijkt dat je 10 jaar later, als die nieuwbouw klaar is, een deelgemeente wordt van Oudenaarde of deel ervan uitmaakt. Ja, dat lijkt een beetje absurd. Dus we hebben afwachtende houding aan op dat gebied. We hebben wel al een stuk grond gekocht, geografisch centraal in de gemeente, waar je dat zou kunnen doen. Er kwam een optie vrij naast een oud OCME-gebouw en naast een gemeenschapszaal kwam er een groot stuk grond vrij. Maar we kunnen dat voor alles en nog wat gebruiken, maar we hebben dat toch voor alle zekerheid gekocht, omdat we die kans hadden. Uw buur kun je niet altijd kopen, hè? Die kans heb je weinig. Maar we hebben dus geopteerd om die 3 gebouwen te gebruiken. Dus die ene bibliotheek, oude bibliotheek en de 2 gemeentehuizen. Waarom hebben we dat gedaan? Ten eerste omdat we niet allemaal erin kunnen. Ten tweede willen we ook het aanbod aan de burger die het moeilijk heeft. Want wij hebben altijd geluk gehad dat de grote kern, we hebben 2 grote kernen van 4.000 en van 5.000 inwoners. Ja, voor ons is dat groot. Voor anderen zal dat heel klein zijn. Dat zijn de 2 grote kernen. De anderen zijn allemaal deelgemeentjes van 700, 1100 inwoners. Maar die van 4.500 Kerzuiten en Zingem liggen ver uit elkaar. Dus ze liggen ongeveer 11 à 12 kilometer uit elkaar. Dus het is heel moeilijk om die afstand te overbruggen om daar 1 dienst van te maken. Dus we hebben gezegd, we gaan maken dat de burgerlijke stand, dat is toch de meest bezochte dienst, dat hij centraal ligt in waar die oude bibliotheek was, geografisch in het midden in deelgemeente Huizen. Maar in de 2 hoofdgemeenten 2 dagen in de week kan bezocht worden. Je kunt ook op afspraak werken, dan moet je niet wachten. Dus de hoofdgemeenten blijven bediend op de dienst burgerlijke standbevolking. Voor de andere hebben we de diensten moeten centraliseren. In het begin, het eerste jaar, werkten we door elkaar. Dan zat je iedereen zat op zijn oude stek, dat wil zeggen. Je zat met 2 cultuurdiensten, 2 jeugddiensten. Die moesten constant met elkaar bellen en over en weer rijden om te overleggen. Uiteraard hebben we gezorgd dat dat gecentraliseerd wordt. Kerzuiten heeft alles van vrije tijd, financiën. En secretariaat zitten. Huizen heeft alles van burgerstandbevolking, sociale dienst zitten. En Zingem heeft alles zitten in verband met omgeving, vergunning, milieu, openbare werken, infra enzovoort. Dat zit daar. Dat wil wel zijn, als je dan inderdaad een vergunning moet hebben, dat je dan misschien voor 1 keer, maar ik denk niet dat iedereen elke week een huis bouwt of elke maand, misschien dan 1 keer van Kerzuiten naar Zingem rijden of van 1 keer naar Zingem naar Kerzuiten, dat je dat het probleem niet is om dat gesprek te hebben. We hebben ook heel sterk ingezet op het digitaal verkeer. Heel veel papieren kunnen gewoon via een digitaal loket aangevraagd worden. U hoeft niet meer te gaan naar het letterlijk loket. Je kunt heel veel zaken meer en meer aanvragen. Daar gaan we nog sterker op inzetten. Er zijn altijd oplossingen, hoor. Er zijn er altijd. Maar we hebben niet gedurfd om 1 gebouw te zetten naar aanleiding van de schrik om nog een fusie te moeten aangaan. Vindt u dat een antwoord op uw vraag of u wilt nog iets bijvragen? Doe maar, dat mag. Wat zijn de financiële voordelen van de fusie? Ja, ik ben blij dat u die vraag stelt, want wij zijn wel een uitzondering waar die bonus wel... Sorry, ik kan u de vraag doen, want er zijn ook mensen thuis die meeluisteren. En dan is beter... Wat zijn de financiële voordelen van de fusie? Ja. Dus ze zijn er net opgesomd geweest. Je moet niet denken dat je de lotto wint, want met dat geld moet je inderdaad ook het een en ander investeren naar zaken die je moet vernieuwen. Dus er gaat een deel van de snoep gaat weg. Maar ik zat een beetje te nijpen op mijn stoel. Je wilt altijd meer reageren. De antwoorden die daar gegeven zijn wel de juiste, maar niet voor iedere gemeente toepasselijk. Ik ga het voorbeeld geven bij ons. Bij ons is dat voor de burger letterlijk op alle gebieden een voordeel geweest. De kleinste fusie heeft maar 8 miljoen euro opgebracht.
Maar wij hadden een probleem, dus je moest... En op dat moment konden de kleine gemeenten... Nu zouden wij 0 euro bonus krijgen. Ik denk dat ze dachten van... Die hebben daar goed begrepen in Kruisem, die waren daar heel vlug. Maar moesten wij nu diezelfde fusie aangaan, krijgen wij 0 euro bonus, 0. Omdat ze te klein is, de fusie. Goed, dan kregen wij 500 euro bonus, de inwoner. Ik kan u zeggen, zowel de gemeente Zinchem als Kruisem had geen 500 euro schulden per inwoner. Dus wij zijn gaan bijlenen, we mochten dat doen. We moesten ook niet verantwoorden waarvoor we bijleenden. Ja, dat is ons fout niet. Dat kan je misschien erven. Maar als je de kans krijgt om meer te krijgen, gaat niet zeggen, ja, ik ga het niet nemen, ik heb te weinig schulden. Dus we hebben gemaakt dat we 500 euro schulden per inwoner hadden. Dus dat wil zeggen dat we krijgen dat geld niet in één keer. Het is met een schuldovername, dus het moet betaald worden in jaren. We hebben deze legislatuur 0 euro geleend. We hebben geen enkele lening aangegaan. Het programma dat we investeren is zwaarder dan de twee gemeentes samen vroeger. We hebben de laagste belastingsvoet genomen van de ene gemeente en de laagste opstandteam van de andere gemeente. We hebben... En als dit verhaal doorgaat, kunnen we zeggen dat we binnen een jaar of 7, 8 schulden vrij zijn. Als we op dezelfde manier door... Natuurlijk, nu rekening houden met energiecrisis en andere zaken. We gaan misschien ook meer... Het is misschien dan toch lenen. Het is ook te zien welke bestuursploeg er komt. Maar onze gemeente is schuldenvrij, heeft meer projecten, heeft geen leningen aangegaan en de belastingen zijn verlaagd. Ja, als je dat prentje kunt voorleggen, ja, dan moet je toch niet, kan je toch niet tegen een fusie zijn. Wij kunnen door die 8 miljoen dat doen. Ik ga toch een stap verder... Als je dat met de stad hebt, heb je niet alleen die snoep. Ik ben een beetje gefrustreerd. Ik ben een beetje gefrustreerd dat de fusie... Je hebt misschien gelezen via de media, dus de andere grote fusie gaat niet door naar 60.000 inwoners. We hebben geluisterd naar de bevolking, we hebben geluisterd naar het personeel, we hebben de mening gevolgd. Mijn persoonlijke mening is niet belangrijk. We moeten naar de bevolking luisteren, ik vind dat heel belangrijk. Maar ik vind dat een ongelooflijk gemiste kans. Dat is goed. Niet alleen financieel, maar financieel gingen we daar... niet 30 miljoen euro voor krijgen, maar we gingen daar 42 miljoen euro voor krijgen. En waarom 42? Je hebt gehoord van beide heren. Als een gemeente vergroot, heb je niet alleen die bonus, maar krijg je ook meer via het gemeentefonds, die de grootste sponsor is van je gemeente. Dus wij hebben een gemeente van 15.000 inwoners, 15.000, 16.000 inwoners. Ja, als je in dat verhaal van 60 zit, zit je plots met 2 miljoen, als we dat uit is, zit je met 2 miljoen extra gemeentefonds die vier gemeenten niet zouden gehad hebben. Dus wij hebben 42 miljoen euro genegeerd, opzij gelegd. Dat is één. Het tweede verhaal is, en dat heeft niks met de fusie te maken, maar zou een gevolg kunnen zijn, wij zijn een van de drie regio's in Vlaanderen waar er geen centrumstad is. En wie woont in een centrumstad, en daar kijkt naar het financiële kantje ervan, de centrumsteden worden nog beter bedeeld, nog meer bedeeld financieel. Dus Oudenaarde is de centrumstad van Vlaamse Ardennen, alleen niet officieel. Natuurlijk, het is niet omdat je fuseert dat je automatisch centrumstad wordt, mm-hmm. Maar dan heeft die stad de grootte van Turnhout, die de kleinste is, en Roeselaren. En dat was een van de redenen, dat was een van deze vragen van ons. Ja, maar hebben wij kans, vanuit ons kleine gemeente, hebben wij kans dat Oudenaarde een centrumstad wordt? Dus alleen Bachten de Kuip heeft dat niet, de Vlaamse Ardennen heeft dat niet waar wij in vertoeven, en Halle-Vilvoorde, dacht ik, is de derde. Ja, om andere redenen dan. Dus ja, dat zijn drie gemiste kansen. Hè. En geen 30 miljoen, en geen 2 miljoen per jaar. Per jaar, hè. 2 miljoen per jaar aan het gemeentefonds. En dan nog een keer die centrumstad verliezen. Ja, dan, dat is de reden dat ik aan het tegensproken heb. Ja, die financiële kant is wel een belangrijke in ons geval. Ik denk, jullie kunnen straks nog wat napraten. Ik denk dat meneer nog een bijvraag heeft. Nee, ik dacht dat u met uw vinger aan de knop zat. Goed, ik dank jullie dan op dit moment, als er geen prangende vragen zijn van iemand. Ja, mevrouw? Ja, eerder een vraag. Ik hoor u vertellen dat er eerst gefuseerd is geweest met de andere gemeenten, dan dat het organisatiehandboek nog niet volledig in orde was. Ik ken niet de precieze inhoud van dat organisatiehandboek, maar mijn boerenverstand zou zeggen dat er eerst moet worden nagedacht over de manieren van werken, hoe dat uw organisatiestructuur in elkaar zit. En dan pas wordt nagedacht over, en ook over hoe kunt u, waar moet uw personeel worden ingezet in plaats van achteraf na een fusie. Dus ik denk dat mijn vraag eerder is, zijn er zaken die dat je anders zou gedaan hebben nu dat je van vandaag weet? Uiteraard. Ik denk sowieso gelijk wel wat je doet in het leven en welke keuzes je maakt. Ga je achteraf zijn, of je dat beter zo aanpakt. Dat is ook de reden dat wij de tweede fusieverhaal begonnen zijn met de burgers. Bijvoorbeeld. Om maar een voorbeeld te geven. We hebben dat niet goed gedaan door dat niet te doen de eerste keer. Dus we gaan dat een tweede keer wel doen. Dat is een voorbeeld. Maar ik ga eerst antwoorden van als het gaat. Ik had het woord organisatiehandboek inderdaad gebruikt als voorbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat je geen enkele structuur hebt. Dat je niet
je organisatie niet op poten hebt, dat we daar nog niet over gesproken hebben, dat er niet vaststaat. Ik ga het kort door de bocht uitdrukken. Het is niet omdat het niet op papier staat, dat het er niet staat en dat het niet in orde is in de gemeente. Ik durf mijn nek uitsteken en dat is zeker niet stoever bedoeld. Wie mij kent, weet dat ik zo niet ben. Het is niet stoever bedoeld, maar ik zou met diezelfde 7 gemeenten een keer willen het plaatje tonen van de gemeente, hoe ze eruit ziet en hoe het daar draait met ons personeel en welk aanbod we aan burger geven en ook ons financieel plaatje en het aanbod naar de vereniging toe. Ik zou dat wel een keer willen vergelijken met die andere 6. Die kans heb ik natuurlijk niet. We moesten natuurlijk voldoen aan de vragen van, wat ook belangrijk is. Maar maak je geen zorgen, als Audit Vlaanderen volgende week komt, zal niet veel rood meer opstaan. Kijk, en ik denk dat we er een partner bij hebben. Als Wichelen zou willen fusioneren, dan hebben jullie hier een persoonlijke adviseur voor al jullie vragen. Dankjewel Joop Verzeelen om hier te willen zijn en om uw ervaringen te delen met onze Spiegelgemeenteraad, met de mensen thuis. Graag. Dank. Dank aan alle experten om ons weer wat wijzer te maken in de wonderwereld van de fusies. Oh, nog een vraag. Kijk eens aan. De burgemeester, had u geen schrik om te fusioneren met een gemeente die veel schulden had? Was die fusie verplicht of niet? Nee. Het was een vrijwillige fusie. Hè. Maar nu ook in de nieuwe fusie. Ja, de gemeenten rondom ons hadden met dat verhaal, want het ging over 4 besturen, onder andere een stad. Ja, die schulden lagen daar wel hoger. Dus dan moest je het wel gaan verantwoorden aan je burger. Maar dan is het ook de taak van het huidige bestuur, voorgefuseerd. Ik ga dat een beetje te cru uitdrukken om duidelijk te zijn. Ja, we zijn een dialect. Het is op tof te buisten op het moment dat je moet buisten. Dus ik wil zeggen, als wij de fusie aanhingen met Zinghem, de vraag kwam eerst vanuit Zinghem. Ja, minuutje, wij willen dat wel doen. Maar het zal dat en dat zijn als we dat doen. Want daarmee, want jullie hebben wat meer schulden of dit of dat. Wij willen dat en dat in de plaats. Ik ga een voorbeeld geven. Kruisdam heeft een industriezone, meer inkomsten. Zinghem heeft dat niet. We hebben dat laten compenseren in de uitgaven naar wegen naartoe. Dus dat is hetzelfde met Oudenaarde. Ja, we willen fuseren met jullie, maar het zal wel een paar voorwaarden zijn voor de gemeente waar ik nu verantwoordelijk voor ben. En het zal dat zijn. Dat is nu cru en dat zal zo gemakkelijk niet gaan natuurlijk. Ik wil gewoon het duidelijk maken. Het hangt van uw bestuur af. Dus zijn niet bang, hè, als gemeente binnen de stad vliegt. Dat gaat afhangen. Ik denk dat je een goede burgemeester hebt. Ik zit er trouwens niet ver van in de provincieraad. Dat is een zeer aangename collega. Dus ik vind dat hij dat heel goed doet. Wel, hij gaat het toch met zijn ploeg. De boel daar toch zomaar niet laten schieten. Hè. En samen gaan Wichelen verkopen aan een stad. Ik vermoed dat niet. En die ploeg die gaan we zo meteen ook te horen krijgen. Was dat een antwoord op uw vraag, meneer? Ja. Wichelen fusioneert met Wetteren. En Wetteren heeft een hogere schuldenlast. Gaat de bevolking, gaat Wichelen daar niet voor opdraaien? Dat gaan we denk ik zo meteen te horen krijgen van de financieel directeur onder meer. Dus dan mag je die vraag zeker opbergen en wie terug bovenhalen. Goed, dankjewel Joop Verzeelen, toch al voor vele inzichten vanuit de ervaring. Dank ook wel trouwens Steen om erbij te blijven zitten. Ik dacht dat er misschien nog vragen zouden komen. Wij gaan intussen verder, want we zijn wat wijzer geworden in de wonderwereld van de fusies. Maar de Spiegelgemeenteraadsleden, jullie gaan waarschijnlijk hier ook al wel een eind mee verder kunnen gaan om een advies te vormen. Ik zag ook dat er heel veel mensen notities zijn aan het nemen. Dat zie ik altijd graag en dan kan u dat tegen zaterdag ook meenemen. Het is tijd om even dieper in te zoomen op de werking van het lokaal bestuur Wichelen zelf. Dat heb ik u net beloofd. Zijn zij wel de beste fusiepartner voor de buurgemeente? Laten we eens kennis maken. Wichelen, Schellebellen, Serfkamp. Postcode 9260. 11.765 zalige inwoners. En dat telt alleen maar op. Wat een gemeente. Houd u vast, want dat gaat hier niet gewoon zijn. Het nieuwste outdoor sportpark. Het mooiste uitzicht. Amai, hier zou ik ook wel kunnen werken, zeg. De enige veerboot in Vlaanderen die komt op een belsignaal. De stevigste kluis. Kijk je niet open, zo. Het warmste woonzorgcentrum. En Vera is hier de oudste bewoonster. Vera, hoe oud zeg jij? Oh, ben zet. De mooiste plaatsnaam. Schellebellen. De tofste ambtenaren. De beste drank. Wichelse bieren, 2 likeurstokerijen. Dat kan al eens helpen tegen een dorst, hè. Merci, ja. Santé. Goh. Dat is Wichelen. Wichelen! Oh, sorry. Wichelen ligt pal in de natuur. Wist je dat
88% van de Wichelaars heel gelukkig is. En ik snap dat. Je kunt naar school gaan, winkelen en in een drinken. Allee, waar kunnen we nou tegenwoordig? En ik wil u ook nog even de infrastructuur tonen. Wist je dat Vera hier woont? Hier had ze geen bankje, dus ik heb mijn eigen bankje meegebracht. Wichelen, de beste gemeente ooit. Wat doe ik toch in Gentbrugge? Dat is niet waar. Jullie hadden gehoopt om de hele avond naar dit soort filmpjes te kunnen kijken. Maar dat was al heel leuk. We gaan verder nog even. Dit is het laatste onderwerp dat we gaan aansnijden. Waar de meest concrete informatie in zal zitten, denk ik, voor jullie als inwoner. Hier bij ons aan tafel zit het managementteam van het lokaal bestuur van Wichelen. Dat bestaat uit algemeen directeur Roos Koppes, die we nog kennen van daarnet. De financieel directeur Vivian Pijnsaert. Net op de valreep zitten we hier bij ons, net op tijd. Het hoofd van de cluster Mens, Katja de Wolf. Het hoofd van de cluster Omgeving, Veerle Scherre. En het hoofd van de cluster Zorg, Els Mulleman. Vergeef me als ik de namen een beetje door elkaar haal, maar ik ga heel erg mijn best doen. Welkom, dames. Ik begin terug misschien bij jou. Mevrouw Koppes, jullie bouwen samen aan een warm Wichelen, waar elke burger centraal staat. Hoe vertaalt zich dat heel concreet in jullie werking? Ja, Fatma, je hebt daar eigenlijk net de missie van onze organisatie aangehaald. En we vinden dat een heel belangrijke missie. Wij zijn als organisatie heel mensgericht en warm. Omdat wij ook een heel warme en mensgerichte dienstverlening willen aanbieden aan al onze burgers. Omdat wij ook wel willen dat elke burger zich goed voelt in Wichelen en dat hij daar gelukkig is. En zoals jullie konden zien in het filmpje, zijn onze inwoners wel best gelukkig in Wichelen. Die mensgerichte warme aanpak vertaalt zich ook in de structuur van onze organisatie. Wij werken met thematische clusters daarvoor, om op die manier die dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Ja, toen ik daarnet zag staan, clusterhoofd mens, ik dacht, wat is dat? Jullie werken inderdaad met dat soort clusters, leg eens uit. Ja, dat is misschien een vreemde benaming, maar een cluster is eigenlijk gewoon een afdeling, zoals je dat ook in een bedrijf hebt. Wij werken met 4 afdelingen, een afdeling mens, een afdeling omgeving, een afdeling ondersteuning en een afdeling zorg. We hebben er eigenlijk heel bewust voor gekozen om die afdelingen heel nauw met elkaar te laten samenwerken. Als je dat voorstelt in een structuur, is dat eigenlijk een cirkelstructuur. Omdat wij niet naast elkaar willen werken, maar wel echt samen met elkaar. En in het midden kom je dan eigenlijk in een soort doorsnede terecht, waar dan onze ondersteunende diensten zitten. Maar ik denk dat de mensen van het managementteam nu gaan toelichten wat hun belangrijkste projecten zijn. Inderdaad, want als ik zeg mens of clustermens, dan kijk ik... Ik was u niet aan het aanspreken als mens. Katja de Wolf, kan je ons wat meer vertellen over de werking van de cluster mens? Want u leidt die cluster. Ik denk de cluster mens kan je best omschrijven als de cluster waar de diensten in te vallen. Moet iets luider, denk ik, jouw microfoon, maar daar wordt nu voor gezorgd. Dus onder de cluster mens zitten eigenlijk alle diensten die te maken hebben met de levensloop van onze inwoners. Van geboorte tot overleden, jammer genoeg. Hè. Ik denk de meest gekende diensten misschien voor de inwoners zelf zijn de bevolking of de burgerlijke stand. Je kan een kopie van je geboorteakte komen vragen, een buitenlandse reis. Met je kinderen kan je een reis, een kids ID komen aanvragen. We zitten hier in de raadzaal. Hè. Huwelijken worden hier voltrokken. Je gaat solliciteren, je kan een uittreksel van je strafregister vragen. En er worden ook overlijdensactes opgemaakt. Ja, en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst voor jouw diensten? Goh, de uitdagingen voor de toekomst zijn denk ik vrij gelijklopend met de uitdagingen die wij allemaal momenteel kennen. Hè. We rollen een beetje van de ene crisis in de andere. Hè. De coronacrisis, we hebben de Oekraïne-crisis, we hebben de energiecrisis. We stellen toch vast dat de stijgende energieprijzen steeds meer van onze inwoners richting een sociale dienst sturen, die daar komen aankloppen voor wat ondersteuning, voor wat hulp. Ook voor de Oekraïne-crisis hebben we heel snel moeten schakelen om voldoende opvangplaatsen te kunnen aanbieden, te kunnen zoeken, mensen te kunnen plaatsen. En dat zorgt toch wel voor een extra werklast voor al onze diensten. Ja, en ik denk de vraag die zich meteen stelt, hè, u staat aan het hoofd van de cluster Mens, een heel belangrijke cluster, denk ik dan. Wat kan een mogelijke fusie betekenen om deze uitdagingen beter aan te kunnen? Ja, een fusie gaat uiteraard de uitdagingen niet zomaar doen verdwijnen. Zoals ik zei, vooral de werklast is voor momenteel een grote uitdaging. Mensen
extra capaciteit of extra personeel aanwerven is een optie, maar dat is ook niet zo evident. Als we denken naar onze sociale dienst, maatschappelijk werkers, dat is echt een knelpuntberoep geworden. Wij zijn ook niet het enige sociale dienst die op zoek is naar versterking. Dus we zitten allemaal een beetje in dezelfde vijver te vissen. Dus op die manier zou een fusie ons kunnen helpen door schaalgrootte, door teams te gaan samenvoegen en op die manier de werklast op een andere manier te kunnen aanpakken, te kunnen taken herverdelen en wat draaglijker te maken. Bovendien, het gaat niet enkel over de kwantiteit van personeel, maar een groter team zou ons ook de mogelijkheid bieden om eventueel te gaan specialiseren. Nu zijn wij allemaal, doordat we een klein team zijn, zeer allround bezig. Iedereen moet van alle markten thuis zijn. Meer specialisatie zou eventueel ook de dienstverlening naar onze inwoners kunnen verhogen. Ja, en waar kunnen jullie mee uitpakken? Ik denk dat we met veel zaken kunnen uitpakken. Misschien iets ons vrijwilligerswerking. We hebben een heel uitgebreide vrijwilligerswerking. We hebben momenteel 287 actieve vrijwilligers die ons in verschillende domeinen van ons werking ondersteunen, waar we ook heel dankbaar voor zijn. We zijn er ook wel een beetje een voorbeeld voor andere lokale besturen. En ook de VVSG heeft ons toch al een beetje gepromoot als een best practice naar anderen. Dus daar zijn we terecht wel fier op. Daarnaast, ik had er net al over de levensloop, van geboorte tot overlijden. Ik denk dat onderwijs daar ook een heel belangrijke factor van is. En wij zijn toch fier dat wij eigenlijk binnen elke deelgemeente zowel kleuter- als lager onderwijs kunnen aanbieden. Bovendien zijn wij eigenlijk voor 600 leerlingen toch wel zeer actief betrokken, aangezien dat wij toch zelf inrichtende macht ook zijn voor onze gemeentescholen. En voor 600 leerlingen in zo'n kleine gemeente, dat is toch wel een heel grote inspanning dat wij leveren, zeker in vergelijking met andere gemeenten rondom ons. Dank u wel, mevrouw De Wolf. Els Mulleman, u bent directeur van het woonzorghuis Molenkouter en clusterhoofd zorg. Doen jullie ook vaak op die talrijke vrijwilligers waar mevrouw De Wolf het net over had? Ja, zeker en vast. Wij zetten vrijwilligers in ons woonzorghuis en ook in de thuiszorgdiensten. Bijvoorbeeld vrijwilligers brengen maaltijden aan huis in het weekend. Cafetaria wordt door vrijwilligers uitgebaat. Vrijwilligers gaan ook op afdelingen koffiebedeling doen. Dus wij zien ze graag komen, de vrijwilligers. Ja. We hebben allemaal kunnen volgen dat destijds woonzorghuis Molenkouter zeer zwaar is getroffen. Ik ben zelf nog een reportage komen maken hier voor het journaal. Op dit moment woonzorgcentra liggen opnieuw onder vuur om een andere reden dan. Maar goed, hoe gaat het intussen in Molenkouter? We hebben het inderdaad zwaar te verduren gehad. We hebben heel veel bewoners toch verloren door die coronacrisis. Het is een heel moeilijke tijd geweest waar we eigenlijk nog altijd niet volledig van hersteld zijn. En hoe uitziet dat? Bij ons in huis wonen 110 bewoners. Dus wij hadden heel veel bewoners die ziek geworden zijn. Wij draaiden dubbele shiften. Daarnaast hadden wij ook heel veel medewerkers die op hun beurt ook ziek werden. En je voelt dat wel nog in huis hangt, die zware vermoeidheid toch. Daarnaast, bijkomend nu nog, is de enorme zoektocht naar geschikt personeel. Net als andere organisaties zoeken wij ook vooral verpleegkundigen en zorgkundigen. En als klein bestuur moet je heel kort op de bal kunnen spelen. Ja. En dat is niet altijd zo evident. Ik kan me voorstellen dat een fusie daar iets voor kan betekenen. Ik weet niet in welke richting, maar wat kan dat voor effect hebben voor jullie woonzorgcentrum? Ja, het grote voordeel dat wij nu hebben is dat wij eigenlijk alles zelf in de hand hebben. Dus dat wij die warme zorg echt wel nog kunnen leveren. Het is bijvoorbeeld ook een bewuste keuze om onze keuken in eigen beheer nog te houden. Zodanig dat wij toch kunnen inspelen op wensen van bewoners. We zorgen er in eerste instantie voor en zetten daar ook op in dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij doen dat door een aantal thuiszorgdiensten. De mensen kennen waarschijnlijk de maaltijden aan huis, het dorpsrestaurant, waarvoor wij de minibus ook inzetten om mensen daar naartoe te brengen. Wij werken samen met de gemeente Wetteren om gezinszorg aan huis te brengen. We hebben ook een eigen poetsdienst. We proberen ervoor te zorgen dat mensen toch lang zelfstandig thuis kunnen wonen. Als het moeilijker wordt, dan hebben wij in ons aanbod een aantal assistentiewoningen, 20-tal, en ook kort verblijven. Vaak is dat zo een tussenstap voor een opname in het woonzorghuis nog.
Daar willen we in de toekomst toch ook nog verder op inzetten. Door de ontwikkeling van een lokaal dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum. Wat zou nu een fusie een meerwaarde kunnen betekenen? Eigenlijk zouden wij nog een groter zorgaanbod kunnen aanbieden en de goede zorg nog op een snellere manier en op een juiste manier kunnen aanbieden. We zouden ook een aantal aankopen samen kunnen doen, wat het dan een stuk voordeliger maakt. Voor ons blijft het wel belangrijk in het visieverhaal om onze eigenheid en onze warme zorg die we willen verlenen aan onze bewoners zeker te kunnen behouden. Ik denk dat die bezorgdheid door iedereen wel wordt gedeeld. Dank je wel. Els Meuleman, zijn er intussen al vragen over wat jullie gehoord hebben, over de voorgaande dingen nog? Ja, doe maar. Het mag altijd dezelfde zijn, dat is geen probleem. Je stelt hele goede vragen, dus. Nee, ik hoor langs de ene kant experts zeggen van een fusie kan... Opnieuw de microfoon, ja. Ik hoor de experts zeggen een fusie kan zorgen voor automatisering, voor digitalisering. En dat zijn voordelen dat daaraan vasthangen. Langs de andere kant, als ik nu hoor wat de concrete plannen zijn, dan hoor ik vooral het huidige personeeltekort. Inderdaad, het samenvoegen van personeel. Maar op zich, de vraag blijft hetzelfde. En het aantal personeel blijft ook hetzelfde. Dus mijn vraag is eerder, zijn er concrete plannen om meer efficiënt te gaan werken en om meer te gaan automatiseren? Ja, dat lijkt me iets in die richting, ja. Ik denk dat de toekomst zal worden dat er heel veel gaat ingezet worden op werkplek leren. Hè. Dus mensen zijn op latere leeftijd, willen eigenlijk een andere job doen. Heel veel mensen kiezen daar wel voor de zorg. Nu houdt het vaak tegen dat mensen 2 jaar moeten op schoolbanken eerst gaan zitten, terwijl dat men vanaf januari zou willen inzetten op werkplek leren. Als kleine organisatie bijvoorbeeld is dat niet evident om dan te zeggen, we gaan een klaslokaal, al is het een halve dag in de week, aan 15 mensen les aanbieden. Als je met verschillende gemeenten dat kan organiseren, dan heb je aanbod in eigen huis eigenlijk en dan kan je van daaruit wel recruteren. En hopelijk zo toch personeelstekorten aanpakken. Ja. Dus jullie hebben daar wel concrete plannen over, of ideeën op zijn minst? Ja. Oké. Okay. Dat was een antwoord op jouw vraag. Nog iemand? Anders gaan we even naar Veerle Scherre. Welkom ook. U bent clusterhoofd omgeving. Waar zijn jullie zoal mee bezig? De clusteromgeving is voornamelijk bezig met een duurzame leefomgeving. Wij werken aan een goed ruimtelijk beleid. En natuurlijk zijn er ook de klimaatuitdagingen waar wij ook volop aan werken. Daarom hebben wij ook gekozen als gemeente om in te tekenen op het burgemeestersconvenant, omdat we daar echt werk willen van maken. Wij willen dat Wichelen een aangename gemeente blijft voor elke inwoner. Op welke manier dragen wij daar zorg voor? Dus wij zorgen voor het onderhoud van zowel ons publiek domein, ons groen onderhoud, onze begraafplaatsen, maar ook onze scholen, ons patrimonium. En dan zijn er natuurlijk de kleine projecten die hun eigen beheer uitvoeren, maar ook de grotere projecten, waar natuurlijk veel meer planning en samenwerking nodig is met verschillende partijen. Dat gaat dan dikwijls gepaard met rioleringswerken. Wij moeten nadenken over onthardingsprojecten en mobiliteitsproblematieken die ook naar boven komen. Voor deze zaken zijn ook altijd experten nodig. Wij doen dikwijls dan ook beroep op studiebureaus om ons daarbij te ondersteunen. Maar deze zaken vragen ook veel opvolging. Ja, aan jou ook de vraag natuurlijk. Kan een fusie een meerwaarde betekenen voor jouw dienst? Als ik denk aan de meerwaarde die het kan bieden, wij werken inderdaad met mensen die in een zeer veel zaken expert eigenlijk moeten zijn. En als je dan naar een fusie zou gaan, is het wel mogelijk om grotere teams te vormen waar dan meer mensen zich kunnen specialiseren in bepaalde zaken. Als ik nu denk aan onze omgevingsvergunningen die wij moeten afleveren, wij moeten daar adviezen uitbrengen tegen de wettelijke termijnen. Als er iemand ziek valt of het is verlofperiode, kan dat alles problemen veroorzaken. Dus als je in een groter team werkt, zou dat wel een oplossing kunnen bieden.
Dus ook daar een groter team. Hebben jullie daar al concrete stappen voor ondernomen? He, zou mevrouw vragen, denk ik, en het zou een goede vraag zijn. Wij zorgen ervoor dat wij zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en te zorgen dat de verlofplanningen goed uitgewerkt zijn, dat wij voorbereid zijn, dat de dossiers die binnen afgewerkt moeten zijn tegen een bepaalde periode, dat die ingepland staan en dat we zo niet in de problemen komen. Maar dat is natuurlijk ook een financieel verhaal. Inderdaad. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Ik denk dat wij voorlopig geen uitbreiding voorzien. Ja. De middelen zijn daar ook niet voor. Dus, ja. Maar jullie kijken wij wel... Wij werken met de mensen die we hebben. Ja. En als nodig is, werken we samen met studiebureaus. Ja. Kort nog, waar zijn jullie trots op vanuit jullie cluster? Vanuit onze clusters kan ik zeggen dat wij heel hard gewerkt hebben aan de verduurzaming van ons wagenpark en ons patrimonium. Wij hebben beslist, vroegtijdig eigenlijk, om overal zonnepanelen op te leggen. In deze tijden is dat zeer welkom voor de energiefactuur. Wij hebben ook beslist om in te stappen op energiedelen. Dat is iets dat van dit jaar eigenlijk gestart is. Energiedelen, dat wil zeggen dat de opbrengst van de zonnepanelen, die niet op het moment zelf in een bepaald gebouw kunnen gebruikt worden, dat we die ook kunnen delen met andere gebouwen binnen ons patrimonium. En waar ik ook zeer trots op ben, is op mijn medewerkers. We hebben een gemotiveerd team. En wij hebben ook Audit Vlaanderen langsgekregen vorig jaar. We hebben daar een goede audit gekregen. En we zijn ook geselecteerd geweest op twee thema's voor goede praktijk. Onder andere organisatiecultuur. En daar zijn we toch wel zeer fier op. Dat toont ook dat de kleinschaligheid ook wel zijn voordelen kan hebben. Ja. Dankjewel, Veerle Scherre. Zijn er mensen in de zaal die vragen hebben, voor ik hier naar de rechterkant ga, onder meer naar de financieel directeur, die het vooral over schuldafbouw zou hebben? Ja, meneer? U zei dat er nu vooral studiebureaus worden ingehuurd. En stel er komt een fusie, kan het dan bijvoorbeeld zijn dat er personeel wordt vast aangesteld en dat die studiebureaus niet meer moeten ingehuurd worden? Ik denk dat er bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit, als je inderdaad een voltijds mobiliteitsambtenaar zou hebben, dan is het niet noodzakelijk om voor elk project een studiebureau aan te werven. Dus dat kan inderdaad toch wel een verschil maken op dat vlak. Ik wil daar misschien nog iets bij aanvullen. Als kleine gemeente is het ook niet altijd makkelijk om hoge profielen aan te trekken, zoals bijvoorbeeld een architect. Mm-hmm. Als je dan met andere gemeenten samenwerkt, dan zijn die budgetten ook hoger en is het ook makkelijker om specialisten eigenlijk aan te trekken en te verloonen op hun niveau. Is dat een verantwoord op uw vraag? Want ik kan me voorstellen, dat kost ook wel geld, hè, zo'n studiebureaus. Is dat dan goedkoper dan iemand voltijds aannemen? Het is altijd een afweging maken. Hè. Wat kunnen we met onze eigen middelen en mensen zelf doen? En waarvoor is het nuttig om een studiebureau met die specifieke expertise dan door aan te werven? Dus elke keer een afweging maken. Zijn er op dit moment nog vragen van... Ja? Ik hoor hier vooral allemaal voordelen. Ja? Maar het valt mij enorm op dat er gewoon geen enkel nadeel meer genoemd wordt. Is dat dan eigenlijk beslist van kom, we gaan ervoor en we kiezen gewoon een gemeente? Of heeft er toch iemand echt nadelen? Heeft er iemand nadelen bij? Ik denk dat we straks over het financiële luik ook en over de schuldafbouw gaan praten. Maar ik kijk naar de dames. Ik kijk naar daar. Is er iemand die een heel concreet nadeel van zo... Want de burgemeester heeft ook een aantal... dingen opgesomd, denk ik, ja? Mevrouw Koppers? Ik denk dat Rui ook een aantal nadelen opgesomd heeft. Hè. Ik denk het nadeel is dat je een stukje je identiteit en je eigen werking uit handen geeft. Hè. Wij zijn heel klein, maar dat heeft ook een voordeel. Wij zijn heel wendbaar. Dus onze lijnen zijn heel kort. Wij hebben niet echt heel veel formeel overleg nodig. Wij kunnen eigenlijk op een heel informele manier ook werken. Wat niet wil zeggen dat wij niet gestructureerd werken, hè. Voor alle duidelijkheid. Maar dat maakt wel dat wij elkaar allemaal heel goed kennen en dat wij heel kort op de bal kunnen spelen, heel snel kunnen schakelen en ook heel snel resultaat kunnen bereiken. En dat is natuurlijk een gekend fenomeen. Hoe groter de organisatie, met hoe meer medewerkers je werkt, hoe logger de procedures, hoe moeilijker het is om knopen door te hakken.
Hoe langer het eigenlijk duurt voor er een besluit genomen wordt, maar hoe minder er ook opengestaan wordt voor vernieuwing of voor innovatie. En dat is iets waar ik denk dat wij als Wichelen wel trots kunnen op zijn, dat wij heel creatief zijn en dat wij heel veel ruimte laten voor nieuwe ideeën en dat wij die ook wel kunnen oppikken en daar onmiddellijk iets mee doen. Ja, maar ik denk dat mevrouw terecht wel het gevoel heeft misschien dat ze naar een hoera-show zit te kijken van allemaal voordelen. En dat voel ik toch zo aan. Hè. Maar natuurlijk is het... iedereen probeert ook wel de voor- en de nadelen. Maar misschien heb jij het gevoel dat er iets te veel voordelen... Daarjuist was het inderdaad echt de nadelen ook. Maar de dames die hier nu zitten, geen enkel nadeel. Terwijl wat u zegt, klopt perfect. Ja, ik denk dat het verhaal is dat wij hier als team willen brengen. Hè. Ja. Wij willen wel een genuanceerd verhaal brengen, waarin dat we uiteraard die schaalvoordelen zeker zien. Die zijn daar ook. Fusies gebeuren overal, ook in de privé. Bij bedrijven, bij banken. Dus dat is niet voor niets dat dat gebeurt. Dus wij willen dat nuanceren, dat dat eigenlijk wel zinvol kan zijn, omdat wij dat ook voelen, dat wij heel snel tegen onze grens lopen. Ook financieel moeten wij heel vaak zeggen, ja nee, dat zijn dingen die we gewoon niet gaan doen. Ons bestuur moet echt prioriteiten stellen en keuzes maken. Van ja, oké, daar gaan we wel een studiebureau opzetten, omdat we dat prioritair willen aanpakken, maar dan is er wel iets anders dat moet wijken. Maar de nuance is wel dat we die kleine schaal ook wel willen benadrukken als iets positiefs. Het is niet alleen maar negatief. Dus we willen echt wel een genuanceerd verhaal brengen. Misschien naar de dames ook. Ik neem aan dat jullie ook wel de nadelen... Of dat jullie het en-en-verhaal ook wel zien. En dat jullie ook zien dat er dat niet alles even vlot... Ja, ik denk dat wij allemaal wel die kleinschaligheid wat die we nu hebben echt wel waarderen. Dat we er ook wel wat, misschien wel wat angstig zijn naar wat de toekomst gaat brengen. Welke veranderingen gaat dat met zich meebrengen? Maar de vraag was dan, hè, welke meerwaarde zou een eventuele fusie voor ons betekenen? En dan denk ik dat wij allemaal denken aan die schaalgrootte. Gewoon meer mensen, meer capaciteit, meer expertise. En dat is eigenlijk het voordeel als antwoord op de vraag. Maar inderdaad, de nadelen... Ja, en misschien moet ik het anders vragen. Waar zijn jullie angstig voor, hè? Als jullie horen over zo'n fusie? Hè? Jullie zijn ook burgers. Jullie zijn even bezorgd, neem ik aan. Hebben jullie zelf ook een aantal bezorgdheden waar jullie mee zitten als jullie horen over zo'n fusie? Ja, inderdaad. Want wat wij daar juist gezegd hebben, die kleinschaligheid, denk, in het verhaal dat we gebracht hebben, zit die toch altijd als een zeer grote meerwaarde. Ikzelf als persoon ben ook heel blij dat wij heel ruim kunnen werken en ons niet moeten beperken tot één expertise. Dus dat is niet altijd nadelig. Dus, maar jullie proberen wel te kijken naar wat kan het ons wel... Het kan, wij moeten beide aspecten bekijken. Dus het kan, sowieso heeft het voordelen, maar het heeft inderdaad ook die nadelen. En waar wij heel fier op zijn en waarom dat wij ook graag op onze gemeente werken, is voor die kleinschaligheid uiteraard. En daar hebben wij misschien wel wat schrik voor dat zou verdwijnen. Ja. Is dat een antwoord op uw vraag? Ja? Maar terecht... dat we inderdaad ook beide kanten moeten laten zien. We gaan nog even door. Roos, jullie hebben dan de clusterbeleidsondersteuning. Misschien kort welke diensten daarin zitten. En als ik straks de vraag ga stellen over dat fusieverhaal, gaan we inderdaad ook nog dieper ingaan op die voor- en nadelen. Welke diensten zijn jullie? Het is hetzelfde verhaal eigenlijk dan dat ik al net gezegd heb. Hè. In die beleidsondersteunende diensten komen eigenlijk alle ondersteunende diensten samen. Hè. Dat is een personeelsdienst, een financiële dienst, een secretariaatsdienst, dienstcommunicatie, ICT. Dus dat zijn eigenlijk alle diensten die noodzakelijk zijn om een goede werking te waarborgen van het volledige bestuur en van de volledige organisatie. Dus dat zijn eigenlijk speeldiensten die eigenlijk al die andere clusters die jullie daarnet aan het woord gehoord hebben, ondersteunen bij hun dagdagelijkse werking. Dus dat zijn eigenlijk wel cruciale en heel belangrijke diensten. Ja. Is het fusieverhaal een meerwaarde voor deze diensten? Welke meerwaarde? Maar ook, wat is uw vrees? Wat we vooral merken bij de ondersteunende diensten is dat er heel veel eenmansdiensten zijn. Dat betekent dat er letterlijk één man op één dienst werkt. We hebben één communicatieambtenaar, één medewerker op het secretariaat. Dus daar voel je echt heel snel, als iemand loopbaanonderbreking neemt of in verlof gaat voor een lange periode, dat je echt op je grens loopt. En dat is iets dat zelfs voor mij letterlijk heel snel voelbaar is in die ondersteunende diensten. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als ik daarnet zei. Die capaciteitsuitbreiding zou daar echt wel welkom zijn.
heb dan ook meer financiële middelen om dat te kunnen garanderen, die en gaan uitbreiding. En burgers dat dan ook voelen, wat jij beschrijft? Ja, ik denk dat burgers daar wel in zekere zin kunnen voelen dat alles vlotter afgeleverd wordt, hè, dat wachttijden korter worden. Maar die ondersteunende diensten, dat is iets dat vooal voelbaar is intern, in onze interne werking. Dus de voordelen die ik nu aanhaal, zijn eigenlijk grote voordelen voor een interne organisatie. Wat dat uiteraard ook nodig is voor de dienstverlening naar jullie toe als burger. Want als dat intern niet goed draait, dan gaan jullie dat ook voelen in de dienstverlening. Onder andere door langere wachttijden of andere zaken die dan verkeerd of niet goed afgeleverd zijn. Dus vandaar dat dat toch wel heel belangrijk is dat dat goed zit. Nu, op dat niveau kan het een oplossing zijn om met andere gemeenten samen te werken, maar eigenlijk anders, via een andere structuur dan een bestuurlijke fusie. Kan het bijvoorbeeld, dat jullie zeggen, louter op ambtelijk niveau zo'n fusie? Ja, dat zou perfect kunnen. Dat je zegt van oké, we gaan op ambtelijk niveau meer intensief gaan samenwerken. Dat is eigenlijk iets wat wij nu ook al doen, hè. We hebben heel wat intergemeentelijke samenwerkingen met onze buurgemeenten. Zo werken we heel nauw samen met Laarne en Wetteren op het gebied van onze CMW-werking. Bijvoorbeeld voor het Huis van het Kind en ook onze thuiszorgdiensten zijn met die drie gemeenten samen georganiseerd. We werken ook samen met Endermonde, Lieden en Berlaren, onder andere voor het deeltijds kunstonderwijs en onder andere ook in de intercommunales, DDS, Verco voor afvalophaling en dergelijke. Maar je voelt wel dat die werking nog altijd versnipperd zit, hè. Dus die aansturing is ook apart. Een fusie, echt fusioneren, kan betekenen dat je echt vanuit één orgaan samen aangestuurd wordt. Je kan de mensen en de middelen die je dan in één pot, zogezegd, krijgt, wel beter inzetten en beter verdelen, zoals je dat eigenlijk zelf wil organiseren. En je hebt denk ik ook wel meer slagkracht en impact op andere bestuursniveaus. Iets wat mensen van het agentschap Binnenlands Bestuur daarnet ook aanhaalden. Hoe groter de schaal, hoe meer je impact, hoe meer je kan doorwegen op een Vlaams niveau of op een federaal niveau. Nu blijven wij een kleine speler binnen de gemeente, hè. Ja. Dank u wel voor die verduidelijking. Ik ga, voor we bij de financieel directeur van het lokaal bestuur, Vivian Pijnsaert, terechtkomen, toch ook nog eens kijken of er vragen zijn. En die mogen. Nee, ik kijk altijd naar jou, omdat ik hoop... Ja, meneer, verkocht. Een fusie brengt ook geen sanering met zich mee van personeel? Ik denk dat een terechte vraag is, maar dat brengt, wat mij betreft, dat zijn bestuurskeuzes, maar geen sanering van personeel met zich mee. Nee. Ja, in eerste instantie, dat is een fase waar je door moet. Hè. Dat zijn keuzes die moeten gemaakt worden. Vaak wordt er gezegd, een fusie is een besparingsactie. Ik denk dat een fusie in een eerste instantie geen besparingsactie is, want je moet eigenlijk al je processen en je organisaties op elkaar gaan afstemmen. Dat kost geld in eerste instantie. Ik denk dat dat ook af te wachten is. Ik kan me inbeelden dat dat voor onze medewerkers iets gevoelig is. Vandaar dat ik dat ook belangrijk vind om dat te zeggen, dat dat geen saneringsoperatie is. En ook die fusie... Wat ik ervaar nu, dat komt alleen financieel altijd naar boven. Het financiële aspect. Eigenlijk niets meer van de burger of zo aspect, maar financieel komt altijd maar terug. Dat is eigenlijk het enige voordeel dat ik er kan uit afleiden. Het is niet echt een vraag, maar... Ja, het is wel een terechte vraag. Het is natuurlijk een heel belangrijk aspect, dat financiële. Maar ik denk dat u doelt op... Ja, het gaat hier natuurlijk over mensen, burger. We hebben heel veel emotionele argumenten gehoord bij andere fusies. Wordt daar rekening mee gehouden? Want nu zijn we inderdaad heel vaak over het... En we gaan straks nog verder over het financiële praten. Maar het is iets waar mensen ook van wakker liggen, natuurlijk. Maar het financiële is ook gewoon een heel belangrijk gegeven. Je kan daar niet omheen... Dat is iets dat echt benadrukt en belicht moet worden. En dat is ook info die jullie echt nodig hebben. Want afhankelijk van de fusiepartner ziet dat financiële plaatje er ook helemaal anders uit. Dus vandaar dat het ook belangrijk is dat jullie die info meekrijgen. En in die zin, waarom is het zo belangrijk voor een burger? Omdat dus hoe beter die interne werking van een organisatie is, hoe beter die dienstverlening wordt. En hoe beter dat jullie daar dan eigenlijk bij varen. Dus zo in die zin hangt dat eigenlijk allemaal aan elkaar. En is het wel belangrijk om erover te blijven waken, los van de schaal dat nu groot of klein is, dat die dienstverlening goed blijft. Dat moet eigenlijk het initiële uitgangspunt zijn. Dat die verbeterd wordt. Ja. En ik heb dan heel slecht nieuws, want we gaan nu nog dieper in over het financiële luik. We gaan dat doen met Vivian Pijnsaert. Welkom ook, financieel directeur. U heeft een aantal gegevens bij voor de Spiegel gemeenteraadsleden. Want ik denk... Uw vraag was pertinent, maar het financiële blijft natuurlijk ook wel belangrijk. Hè. Wat zal er straks met onze gemeente gebeuren? Welke gegevens heeft u meegebracht en zal u toelichten?
Ik ga dus eigenlijk proberen de financiële context van dus de gemeente te schetsen aan de hand van een aantal grote inkomsten die wij halen uit onze belastingen. En ook uit een aantal uitgaven die wij doen. En daar haal ik dan eigenlijk de politiezone en de brandweerzone aan. Omdat wij daar eigenlijk met onze buurgemeenten samenwerken in verband met dus die politiezone. Voor de brandweerzone is dat eigenlijk ruimer. Dus de brandweerzone Zuidoost die gaat eigenlijk van Gerardsbergen overal, Denderleeuw tot Wetteren en Laarne. En zullen we straks ook te weten komen hoe het zal gaan met zo'n fusie, dat financiële luik? Ja, dus de leden van de Spiegelgemeenteraad die hebben eigenlijk allemaal dus ook een infobrochure gekregen waar dus dat dus die fusiefichen in zitten. En dus daar gaan we eigenlijk gaan een vergelijking maken dus tussen dus de verschillende gemeenten. Ja. We gaan Wichelen gaan vergelijken met Laarne, Wichelen met Baarlaren. We gaan een combinatie maken van dus de drie. Dus we zijn het agentschap van Binnenlands Bestuur dankbaar voor. Ja, dat zijn cijfers voor. Van Vlaanderen. Nee, ja. Dus dat die een vergelijking gemaakt hebben. En zo is het eigenlijk wel duidelijk van wat het financiële plaatje dus kan betekenen eigenlijk voor, qua voordeel of qua nadeel. Heel concreet misschien de eerste vraag. Hoeveel leningen hebben jullie momenteel lopen? Wij hebben behoorlijk wat leningen lopen. Het zijn er 46 voor een totaalbedrag van 14,7 miljoen euro. Dat jullie ook kunnen meevolgen in jullie... Klopt nee, dat staat er niet in. Dat staat er niet concreet in. Oké, dan kunnen jullie... Ja, maar nee, wacht. We gaan dat heel traag voorlezen, dan kunnen jullie meenoteren. Dus eigenlijk, als we dus die schuld gaan uitrekenen per inwoner, dan komt dat dus eigenlijk neer op een netto schuld van 1264 euro per inwoner in Wichelen die wij hebben. Ja, dat kunnen jullie straks deponeren in een envelop. Nee, is dat eigenlijk veel schuld per inwoner, als je dat gaat vergelijken? Hè? Want dat klinkt veel, maar ik neem aan dat niemand dat uit zijn eigen zak nu moet beginnen betalen. Als we dat eigenlijk in de regio gaan bekijken ten opzichte van dus de omliggende gemeenten, dan is dat eigenlijk wel een vrij hoog bedrag. Ik hoorde burgemeester Verzeelen spreken van dus dat er minder dan 500 euro schulden waren. Wij hebben eigenlijk wel een behoorlijke schuld opgebouwd, dus doorheen dus de jaren. In het verleden hadden we eigenlijk de neiging om voor elke investering die wij gingen doen, gingen we een lening aan, omdat dan eigenlijk dus die lening over een aantal jaren afbetaald werd. En dus we keken eigenlijk naar dus de afschrijving van dus de investering. En dan gingen we zeggen van, we spreiden eigenlijk dus die lening, die investering, over die generatie die er genot van heeft, eigenlijk van dus die investering. Ja, hoe staat het eigenlijk met de schuldgraad van de gemeente? En misschien ook ineens voor mij, de leek, uitleggen wat een schuldgraad precies is. De schuldgraad is een ratio die aangeeft wat het vreemd vermogen is ten opzichte van het totale vermogen dat de gemeente heeft op haar balans. En voor de gemeente Wichelen bedraagt dus die schuldgraad 0,34. We zouden dus kunnen redeneren van hoe groter dus dat die schuldgraad is, hoe groter ook het financiële risico van de gemeente is. Want die vreemde middelen, die moeten hoe dan ook afbetaald worden. Dus, maar die schuldgraad die is dus eigenlijk in de loop der jaren in het verleden opgebouwd. Hoe komt dat eigenlijk? Is dat wat u daarnet vertelde? Of toch? Ja, dus we hebben eigenlijk... de gemeente heeft er altijd voor gekozen om veel te investeren eigenlijk in de voorbije jaren. Dus de kwalitatieve dienstverlening die wij eigenlijk willen aanbieden aan de inwoners van onze gemeente, die heeft een prijskaartje. Dus wij hebben scholen gebouwd in de diverse deelgemeenten. Wij hebben ook een nieuwe vleugel aan het woonzorgcentrum gebouwd. We hebben ook gezorgd voor lokalen voor de jeugd en voor de verenigingen. Een zware investering hier was ook de bouw van ons sociaal huis in 2008. Maar dat was dan ook de laatste lening die we zijn aangegaan. Sedertdien hebben wij eigenlijk alles gefinancierd met eigen middelen. Zodanig dus dat we eigenlijk probeerden om op die manier toch wel aan een schuldafbouw te doen. Uh-huh. Dus alle latere investeringen, zoals investeringen die we gedaan hebben aan wegen- en rioleringswerken...
aan het sportpark De Cirkel, waar we toch terecht trots op zijn in Schellaballe. Dus dat was een investering die we volledig met eigen middelen gefinancierd hebben. En zo proberen we eigenlijk om dus die schuldgraad te gaan afbouwen. En is dat goed gelukt? En dat is goed gelukt. Yes. Dus wij zijn gesprongen. Wij hebben zonder lening hebben wij dat dan toch wel realiseerd. Dus vroeger was het nog meer dan eigenlijk. Dus oké. Nu, we hadden het daarnet over die belastingvoeten. Daar was daar denk ik ook een vraag over. Ik zie meneer al kijken. We zijn bijna aan het einde van dit financiële luik. Super, belastingen. Iedereen vindt dat kei tof. Hoeveel bedragen de belastingvoeten voor Wichelen? De belastingvoeten bedragen voor de gemeente Wichelen voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing 881,61 en voor de aanvullende belasting op de personenbelasting 7,5%. Dus dat wil zeggen eigenlijk dus als je je aanslagbiljet thuis krijgt van dus die opcentiemen op die onroerende voorheffing, dus dat is dus een gewestbelasting. Die je dus betaalt aan het gewest en die dus berekend wordt op het kadastrale inkomen van uw onroerend goed. En als we, dus daar wordt er telkens een deel van aan de gemeente doorgestort. Dus ook voor de aanvullende belasting op de personenbelasting. Dus als we onze belastingsbrieven krijgen, wordt er een bepaald gedeelte doorgestort aan de gemeente. En die twee belastingen die bedragen samen voor de gemeente 7,2 miljoen euro. Uh-huh. Dus als we de totale het bedrag bekijken aan ontvangsten, dan is dat 20 miljoen euro. Dan zijn die belastingen toch wel belangrijk voor ons. Ja. En stel, er komt een fusie. Ja, vanuit welke belastingvoet wordt er dan... Er wordt eigenlijk normaal gezien wordt er naar de laagste belastingsvoet gekeken. Dus dat is een voordeel dan weer? Dat is een voordeel. Ja. En dan is het voordeel hierbij, bij onze gemeente, dus dat wij eigenlijk als we dat in de naburige gemeenten bekijken, dat wij toch bij de lagere belastingsvoeten zitten. Ja. En dan een heel concrete vraag, wat ik mezelf ook intussen begin af te vragen, ook al ben ik geen inwoner van de regio. Stel dat er wordt gefuseerd, gaat het dan een positief effect hebben op de schulden van Wichelen of net niet? Dat gaat zeker een positief effect hebben op dus de schulden van de gemeente, want zoals al aangehaald is, neemt dus de Vlaamse overheid een deel van dus de schulden over. Het bedrag hangt dus af van dus de grootte van, van de fusionerende gemeente. Dus, die schuldafbouw wordt berekend op het aantal inwoners van dus de nieuwe fusiegemeente. En dus dat kan tot 500 euro per persoon bedragen. En als we dat dan uitrekenen voor de gemeente Wichelen, dan gaat dat toch over een 5 miljoen euro aan schuld die zou afgebouwd worden. Dus de 14 miljoen zou dan toch wel onder de 10 miljoen komen. Ja, maar... ik hoor slechte cijfers, om het zo te zeggen, over het financiële luik dan. Zijn jullie een waardige fusiepartner dan? Ik denk dat wij zeker een waardige fusiepartner kunnen zijn. Omdat wij zijn eigenlijk altijd gewoon geweest van heel verantwoord om te springen met onze middelen die wij hebben. Dus wij zijn geen rijke gemeente, wij zijn ons daar zeer bewust van, dus dat wij geen rijke gemeente zijn. Maar door verantwoord om te springen met onze middelen en door blijvend in te zetten op die kwalitatieve dienstverlening die wij zo trachten te behouden en die dicht bij de burger staat, dan denk ik dat wij een heel volwaardige partner in een fusieverhaal kunnen zijn. Oké, dankjewel Vivian. Ik denk dat er nog vragen zijn, want ik hoor hier en daar wat geluiden van bij mijn spiegelgemeenteraadsleden. Ja, meneer. Ja, ik had in die papieren gelezen dat Wichelen een vergrijzende gemeente is. Buiten onze concurrerende gemeente. Dat betekent dus, mooi, we zitten er helemaal in. Dat betekent dus dat Wichelen een groot aantal 65-plussers heeft of zo. Klopt, ja. En is daar dan iets aan te doen van... kindjes maken. Ja. Ik weet een oplossing, dat was... Nee, mijn jongen weet. U wilt een oplossing voor de vergrijzing. Daarom hebben wij eigenlijk ook altijd al geïnvesteerd in dus de zorg. We hebben een mooi woonzorgcentrum, we hebben daar ook een nieuwe vleugel aan gebouwd. Als beschermde afdeling. We zijn ook bezig met een dagverzorgingscentrum, zodanig dus dat die mensen eigenlijk dus die vergrijzende bevolking daar toch zou terecht kunnen. Maar de vergrijzing is... Ik bedoel dat duurder is dan een jongere... Meneer,
U bent intussen uw micro. Ik vind het heel tof dat u... voilà. Ja. Dat wil niet graag horen. Ja, wat had ik wel al gezegd. Sorry. Bent u... ja. Ja. Ja, dus dat het verwijzen gemeente, dat duurder uitkomt. Dus qua ik zou van, niet durven zeggen. Dus omdat er minder actieve mensen dat zijn, wij, bedoelt u. Ja. 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 Nu, de verwijzing is wel, om even aan te vullen, aan het afnemen. Dus dat betekent dat wij wel nieuwe jonge inwoners aantrekken. Ja. Ja, dus dat we is hebben vanavond ook een stijgende lijn. Nieuwe jonge mensen. Jonge mensen aantrekken. Ja. 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 Nog vragen? Het is een moment, want we gaan stilaan afsluiten. Ja? U zei dat er verantwoord is omgegaan met de financiën. Heb je daar iets concreet over? Of, want u zei wel in het begin van dat is wel een grote schuldenlast tegenover omliggende... Ja, wij hebben een grote schuldenlast omdat wij echt wel heel veel geïnvesteerd hebben. Dus wij investeren bijvoorbeeld ook in dus de bibliotheekfilialen die wij op de 3 deelgemeenten aanbieden. Wij hebben 1 hoofdbibliotheek, dan hebben wij eigenlijk ook bibliotheekfilialen voorzien in de scholen. Zodanig dus dat eigenlijk de kinderen van de school op een heel gemakkelijke manier dus naar die bibliotheek kunnen gaan. Dus ik denk... wat was die vraag ook weer? Ja. We waren nog wakker. Nee, we zijn nog wakker. Maar ja, u wil concreet horen hoe dat zij uw verantwoord die schulden graag zijn aan het afbouwen. Ik denk, u heeft inderdaad gezegd, we zijn er echt verantwoord mee aan het omgaan. Ja. En dat maakt van ons een volwaardige fusiepartner. Ja. Maar wat is dat concreet? Dus de laatste lening die wij zijn aangegaan, dateert dus van 2008. Dus we hebben geen nieuwe leningen meer aangegaan eigenlijk. Dus we proberen met onze eigen middelen dus de nodige investeringen toch nog altijd te doen. Dus het sportpark De Cirkel, dat is een investering die wij gedaan hebben in voetbalvelden, een kantine, in atletiekpiste. Dus dat was een bedrag van om en bij de 5 miljoen euro. Dus wij hebben dat toch wel gerealiseerd, omdat we dat ook willen aanbieden eigenlijk aan onze inwoners. Maar ja, dat betekent dan dus nu dus dat wij dan eigenlijk weer een beetje gaan moeten opletten van wat dat wij doen aan investeringen. Maar wij blijven wel gestaag investeringen. We kunnen hier nu jammer genoeg niet onze Scheldepromenade zien, maar dat is dus ook wel een mooi voorbeeld. Dus dat wij toch wel onze gemeente willen verfraaien en dat we die investeringen willen blijven verder doen. Ja. Was dat een antwoord op uw vraag? Ja? Hoeveel was de schuld per inwoner? 1264 euro per inwoner. Maar ik denk niet dat iemand die morgen gaat komen vragen, dat dan een beetje een abstract bedrag is. Per inwoner. Van 0 jaar tot 100 jaar. Maar dat stijgt niet. Ja. Zijn dat dan echt geboortes? Ja, zeker. Ja? Misschien niet echt een vraag, maar meer een wens. ik hoor, als we denken aan een fusionering, dat we het vooral hebben over het financiële aspect, over meer capaciteit, over de schaalgrootte dat bepaalde voordelen met zich meebrengt. Als ik het zo hoor, is voor mij echt het warm wiegelen echt onze grootste troef en het echt het mensgerichte, de mensgerichte approach, wat je ook terugziet in de verschillende clusters. Dus wat dat voor mij meer belangrijk is hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we er zijn voor onze burgers op momenten dat er voor de burgers toe doet. En bijvoorbeeld minder en meer efficiënt of meer gaan automatiseren in administratie of ik zeg maar. En ik mis een beetje die concrete voorstellen daar rond. Ik hoor zo'n beetje losse ideeën, maar ik hoop dat als we effectief in de richting van een fusie zouden gaan, dat er wel wat meer kan nagedacht worden over hoe gaan we dat echt concreet maken. Ja, ik begrijp uw opmerking, hè, maar het is niet de bedoeling dat we vanavond al in de concrete uitwerking van een fusie gaan. Dat is een heel log draaiboek, dat is een heel lang proces. Dat zou ook saai zijn om dat vanavond allemaal te belichten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we de burger blijven betrekken. Dat jullie input blijvend kan gegeven worden doorheen heel het proces. Zodanig dat die meegenomen kan worden en dat die dienstverlening niet aan kwaliteit kan of hoeft in te boeten. En ik denk ook dat het belangrijk is om te onderstrepen, maar...
correct me if I'm wrong, dat het, jullie gaan een advies geven zaterdag en dan betekent niet als jullie zeggen ja, dat het dan overmorgen zondag bij wijze van spreken een lintje wordt doorgeknipt en de fusie is. Het is een proces waar inderdaad dit soort bezorgdheden zeker aan bod moeten komen. Ja. En, Ik zou zeggen, neem dat zeker allemaal mee in jullie advies. Een advies hoeft niet ja of nee te zijn, dat kan echt wel uitgebreid zijn. Met een aantal zaken erin die jullie echt ons willen meegeven. Dus ik denk, ik zou zeggen, neem dat zeker mee. Ja? Puur cijfermatig, dus de vergelijkingen met de Wiegel en Berlaren ligt nu open bij mij. Als we nu kijken naar de berekende financiële indicatoren, wat is nu eigenlijk, hoe moeten we dat interpreteren? Welke waarden zijn goed voor met een andere gemeente te fusioneren? En dus is dat ja, een laag percentage of hoog percentage? Omdat er nogal veel termen zijn dat wij niet in thuis zijn. Om daar zo gewoon puur cijfermatig te weten wat is de beste gemeente om eventueel mee te fusioneren. Cijfermatig dan, hè? Ja, cijfermatig. Ja, ja. Ah, ja. Ja, ja, alleen cijfermatig. Nee. Niet emotioneel. Maar... ik denk dat wij eigenlijk door die fusiefiches niet zijn gegaan van wat is nu cijfermatig eigenlijk de beste sprong die wij kunnen wagen. Dat hebben wij niet gedaan. Omdat wij eigenlijk dus de Spiegelgemeenteraad ook niet willen voorbijlopen. En ik denk eigenlijk ook van... als gemeente moet je elkaar vinden in dus de opvattingen, in de visie die je hebt. Hoe sta je tegenover de burgers? Van, wat denkt je daarover? In plaats van cijfermatig te gaan zien van dat is hier een goed huwelijk en met dus die persoon, dat geeft hier de beste die voorwaarden. Dat hebben wij niet, hè, natuurlijk. We hebben alleen financiële gegevens. Ja. We hebben niet van de deelgemeente wat hun visie is of zo. Dat ben je. Maar dat, dus voor... dat komt zaterdag. Dat komt zaterdag. Dat voor op mijn tijd. Ja. Neem die fiches alles eens door, maar dat zijn heel complexe gegevens. Die indicatoren die worden achteraan ook uitgelegd. Hè. Ja. En dan kan je eigenlijk zien of een hoog of een laag cijfer wel of niet goed is. Ja. Maar die vragen, daar kun je zaterdag bij Lisbeth Moer mee terecht. Dus ik zou zeggen, schrijf ze op en hou ze bij tot zaterdag. Maar neemt niet weg dat ik heel blij word als ik zie hoe iedereen wakkerder en wakkerder wordt. En straks waarschijnlijk gaat beginnen rekenen op basis van de fiches. En zoals gezegd, inderdaad, zaterdag gaan jullie nog veel meer over die andere gemeentes te horen krijgen. Mogen zij ook hun voorstellen komen doen. En gaan we veel meer, misschien hun persoonlijkheid van de gemeente leren kennen. Klopt, hè? Goed, als er geen... Ja, mevrouw, mag nog. Ik vroeg me juist nog af, alle voordelen die daarnet genoemd werden, gaan deze meteen naar voren komen van zodra er een fusie is? Of gaan er eigenlijk geen jaren verloren gaan aan organisatie... En gaan we het niet eerlijk met minder moeten stellen? Ja, ik vind dat een boeiende vraag. Ik weet niet, niet voor mij. Ik kan daar niet op antwoorden, gelukkig. Ja, een fusietraject is een proces van... dat is een lang proces. Je kan daar winsten mee behalen, maar dat gaat een aantal jaar tijd vragen vooral hier die zichtbaar worden. Maar je moet natuurlijk eerst door die organisatorische reorganisatie. Dus het is ook belangrijk, denk ik, dat we de juiste stappen op het juiste moment zetten en dat we die stappen ook goed doen. Zodanig dat we een goede fusie kunnen realiseren, als er een fusie zou komen. En dat we daar niet te snel in gaan, maar die effecten zijn pas na een aantal jaar meetbaar. Dat is ook aangetoond. Zijn jullie vragen aan de partij voor fusie? Nou, persoonlijk. Ik denk dat ons verhaal genuanceerd is. Ik doe zoals wij net eigenlijk aangegeven hebben. Het heeft voor- en nadelen. En ik denk dat dat de bedoeling was van vanavond, om zowel de voor- als de nadelen voor ons dan te belichten. Ja. Ik denk niet dat hier een panel zit of een team dat pleit voor een fusie. Ik denk dat het echt van jullie mag en moet komen. Dus het ligt echt wel in je handen. Zoals bij een assisejury gaan jullie straks schuldig of onschuldig, fusie of geen fusie. Het advies, maar het antwoord denk ik kan ook gemengd zijn. Hè. Ja, daarom en daarom. Maar als we dat horen, nee, liever niet. En ik denk dat zij daar dan mee aan de slag kunnen. Als er nog iemand is die het woord wil nemen. Ja, mevrouw? Ik wou eens vragen eigenlijk over welke tijdspanne spreken we dan? Wanneer zou er een fusie kunnen plaatsvinden? Als er een beslissing genomen wordt voor een fusie, moet die beslissing genomen worden voor eind 2023. Om dan eigenlijk de fusie te laten ingaan op 1 januari 2025.
Ja, dus de beslissing, maar het gaat dan pas in 2025. Ja, dus, ja. Zitten daar eerst nog, het verkiezingsjaar zit daar dan 2024 tussen. Hè. Ja. En de deelgemeenten die zaterdag komen, die zijn ook vragende partij. Dat zijn de buurgemeenten. Buurgemeenten, hè? Ja. Als er voor gekozen wordt, voor die zijn ook... een van die gemeenten, of kunnen die niet of zijn. Voor enkele, zijn die dan bereid om... Ja. Dan zou je dus zaterdag eens moeten vragen. Ah, ja, dat is niet geweest. Dat gaan we zaterdag allemaal... te weten komen. Ik denk dat een belangrijk punt dat misschien aan het begin ook is aangehaald dat ik hier wil herhalen, is dat er vanuit bepaalde burgemeesters ook de vrees is dat er op een bepaald moment fusies verplicht gaan worden. Hè. En dat dit eigenlijk een manier is om daaraan tegemoet te komen en om eigenlijk die oefening al te maken zodat het niet door de magen van de gemiddelde Wichelaar wordt gesplitst. Daarmee ga ik hier afsluiten, want ik heb jullie heel lang laten blijven zitten. Ik heb ook geen plas- of koffiepauze gegeven. Mijn excuses daarvoor. Dat was niet voorzien. Ook. Maar ik heb de rit wel met jullie uitgezeten, want het was ook niet voorzien voor mij. Dankjewel aan mijn panelleden, aan het team, moet ik zeggen, om alles uit de doeken te doen hier voor ons. Komende zaterdag 17 september om 10:00 organiseren wij een tweede debatmoment voor onze Spiegel-gemeenteraadsleden, die helemaal zijn opgewarmd, denk ik. Onze eerste gast zaterdag is Lisbeth de Moor van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zij zal het hebben over de algemene financiële impact van gemeentefusies. En daarnaast stellen de 5 buurgemeenten van Wichelen zich voor. We kijken alvast uit naar de komst van Berlaren, Dendermonde, Laarne, Lede en Wetteren. En dan is het aan jullie, Spiegelgemeenteraadsleden, om zich te beraden en een gefundeerd advies te vormen. Zal Wichelen wel of niet fusioneren? En met wie? Wichelen zoekt. Alvast tot zaterdag.